Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag iedereen, ook op de publieke tribune. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Van der Post. Meneer Van der Post, welkom. Dank u. Namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties, die onderzoek doet naar opzet en werking van het hele stelsel van woningcoöperaties, inclusief incidenten. En zoals u inmiddels weet, willen we weten wat er is gebeurd. Vooral ook hoe dat kon gebeuren en zeker ook wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En vandaag, meneer Van der Post, kijken wij naar een instituut, het Borgens Instituut van de Sector, het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw. En dat doen we omdat we dit instituut erg vaak tegenkomen in ons onderzoek. Dat mogen ook duidelijk zijn aan de hand van de openbare verhoren tot nu toe. Dus dat is alleszins noodzakelijk dat we u vandaag in dit verband als getuigen horen. En daarom doen wij dat. Meneer Van der Post, dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen. Dat klopt. Dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Staat u op alstublieft. Zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Van der Post. Neemt u plaats. Dank u. Ik verzoek u de microfoon continu aan te laten tijdens het hele verhoor. U laat zich bijstaan, mevrouw Van der Weert, welkom. Ik verzoek u uiteraard zelf antwoord te geven op onze vragen. Er zijn behoorlijk wat vragen en ook meerdere leden van de commissie hebben vragen aan u. Dus we gaan snel beginnen, meneer Van der Post. Ik geef het woord aan mevrouw Hashi. Meneer Van der Post, u was bijna 15 jaar algemeen directeur van het Waarborgfonds. Van de periode van 1999 tot 2013... En het Waarborgfonds, voor degenen die dat niet weten, had als taak om leningen die woningcorporaties afsluiten te borgen. En hierdoor kon de woningcorporatiesector goedkoper geld lenen voor volkshuisvestelijke projecten. En het Waarborgfonds staat daarbij dus garant. Meneer Van der Post, ik wil beginnen bij een aantal vragen die ik heb ten aanzien van woningstichting Geert Ruidenberg, WSG. Daar hebben we het vanochtend namelijk ook over gehad. We hebben twee getuigen hierover gehoord. En in oktober 2006 wordt WSG een aandachtscorporatie bij WSW. Kunt u toelichten wat dat betekent? Ja, ik denk dat het woord het al precies zegt. Dat het een corporatie is, een deelnemer is die even wat extra aandacht vraagt. En in dit verband vanwege de hoge investeringsambities van WSG. En wat houdt dat extra aandacht dan precies in vanuit WSW? Dat bijvoorbeeld onze accountmanager wat vaker een kop koffie gaat drinken bij de corporatie om te kijken hoe het daar toe gaat. Is dat het enige? Nee, de financiële stukken worden natuurlijk nog nader geanalyseerd. Maar we proberen aan te geven dat onze corporatie een aandachtscorporatie wordt, dat die ook meer aandacht krijgt. En dat kan dus in de vorm van een werkbezoek zijn, dat kan ook zijn extra aandacht bij het bestuderen van de financiële stukken. En bij de term aandacht, dat kan natuurlijk positief, maar ook betekenen van nou, u moet hier even extra gaan opletten. Was het met name dat laatste? Ja, het is een corporatie die bekend stond om zijn investeringsambitie en van daaruit kreeg hij extra aandacht. Vanochtend bleek al dat WSG door het Waarborgfonds geborgde leningen, dat meer was dan de waarde van hun bezit. 102% van de WOZ-waarde om precies te zijn. Dat is tegen de regels in van het WSW. Hoe kan dat? Nou, ik heb een iets andere interpretatie van de regels van het WSW. WSG werd, zoals ieder andere corporatie, in eerste instantie tot 2008 geborgd onder het vermogenbepaling van bedrijfswaarde.
En dan kon het WSW tot 100% van de bedrijfswaarde van een project financieren. Dat betekent dat WSG zijn nieuwe projecten liet zien. En zei, dit ga ik investeren, dit wordt de bedrijfswaarde. En dan kan daar een leningvolume ter hoogte van de bedrijfswaarde ter beschikking worden gesteld. Wij zijn als WSW in 2007 veranderd van methodiek. En hebben toen gezegd, er is een leningplafond van 50% van de WOZ-waarde. Van het ingebrachte onderpand. En natuurlijk, als je nieuwe investeringen en nieuwe leningen aangaat. En je hebt nog geen nieuw vastgoed, heb je ook geen nieuwe WOZ-waarde. Dus dat verklaart de overschrijding ten aanzien van die nieuwe WOZ-norm. Er waren meer corporaties die door die stelselwijziging een leningportefeuille hadden boven de 50%. Daar hebben we een lijst van gemaakt en we hebben dat lijstje ook bij het ministerie laten zien van hey, dit zijn corporaties die boven de 50% zitten. Daar zit bijvoorbeeld veel ouderhuisvesting in, daar zit studentenhuisvesting in. En toen hebben we gezegd, deze corporaties moeten een plan gaan maken om op termijn weer aan de 50% WOZ-waarde te voldoen. U begon uw antwoord met, ik heb een andere interpretatie van de regels van WSW. Was het mogelijk om de regels van het WSW op verschillende manieren te interpreteren? Nee, ik bedoel dit te zeggen, dat op dat moment dat wij die borging toekenden, hadden we nog niet de 50% WOZ-waarde als limiet. Toen wij die borging toekenden, was het op bedrijfswaarde. Dus die regels waren helder vanuit het WSW? Ik vond dat ze helder waren, ja. Maar waren ze ook helder in de sector? Ja, dat denk ik ook. Er waren altijd discussies over met welke parameters moet dan de bedrijfswaarde berekend worden. Dat was ook een formele procedure samen met het Centraal Fonds. Wij moesten afstemming zoeken met het Centraal Fonds en stelde het WSW de parameters vast en die werden gecommuniceerd. Omgerekend per woning heeft WSG 3 keer zoveel als Vestia kunnen lenen en 5 keer zoveel als de gemiddelde woningcorporatie. Heeft het Waarborgfonds dat doorgehad? Ja, we hebben ons gerealiseerd dat hier een corporatie was die tegen de grenzen van onze borgingsfaciliteit het maximum gingen. Vandaar ook dat het een aandachtscorporatie werd. Natuurlijk gaan we nu rekenen met de huidige leningsportefeuille ten opzichte van de bestaande vastgoedportefeuille. Maar wij hebben bij de borging rekening gehouden met het toekomstige vastgoedportefeuille. Want dat ging tenslotte gerealiseerd worden. Maar wanneer kwam het Waarborgfonds tot dat inzicht dat WSG behoorlijk wat leningen? Nou ja, dat wist het natuurlijk zelf, want we hebben die leningen geborgd. Ja. Maar door de overgang van de methodiek die het WSW toepaste, werd wel duidelijk dat een borging uitsluitend op een vermogenscomponent, de bedrijfswaarde, dat eigenlijk onvoldoende inzicht gaf. En wij zijn toen ook mede gaan borgen op inzichten rond liquiditeiten. En toen zijn wij in april 2008... ben ik samen met mijn collega accountmanager het gesprek aangegaan met de heer Span. Dat met de nieuwe inzichten van het WSW eigenlijk WSG niet zozeer een aandachtscorporatie werd, maar wel een corporatie die nog meer aandacht moest krijgen. Maar u zegt de methodiek van het WSW is veranderd en daardoor werd WSG ineens een aandachtscorporatie? Dan heb ik het niet goed verteld. Okay, dan het was wel een aandachtscorporatie, uitleggen. Omdat het veel leningen kreeg en hoge ambities had. En met de inzichten die de nieuwe methodiek opleverde, zeiden we, ja, je zit wel aan tegen je vermogensgrens en je zit ook aan tegen je liquiditeitsgrens. Daar voldoe je ook niet aan. En dan wordt het een tweede slag van aandacht. Dus het zijn twee argumenten. Maar als we het houden bij dat eerste, dat u zegt van, nou, veel leningen, u zei het zelf net al, die heeft WSW verstrekt. Dat is toch een beetje gek als je als borger eerst borgt en vervolgens erachter komt dat het toch wel heel erg veel is. Nou, we hebben natuurlijk geborgd op basis van de projectinformatie die we kregen van WSG over de bedrijfswaarde van het vastgoed dat zij gingen realiseren. Dat was ambitieus, maar dat was ook in de markt. Dat is vanmorgen ook gezegd. Daar waren de economische marktomstandigheden anders, het perspectief waren anders. Dat waren op dat moment realistische plannen, naar onze inschatting. Het was wel veel voor een kleine corporatie. Maar de onderleggers, de bedrijfswaarde, daar hebben we ons op gebaseerd. Dus in eerste instantie zag het Waarborgfonds daar geen risico in? Als ik nee, we zagen daar wel risico in en daarom werd het een aandachtsclub, omdat zo'n kleine corporatie gewoon veel activiteiten ging doen. Maar dat was later. Maar op het moment dat er geborgd werd, zag het WSW geen risico. Ik denk dat die processen tegelijk zijn gegaan. Dus we gaan borgen, we krijgen aanvragen voor borging, we kennen dat toe. En mijn accountmanager zegt, ja, het is wel een hele intensieve investering die daar plaatsvindt. En als gevolg daarvan zijn we in april 2008 het gesprek met de heer Span aangegaan. Heeft het Waarborgfonds getoetst waar WSG dat geld aan besteedde? Nou, we gaan in ieder geval vanuit, dat is één,
dat de corporatie het geld besteedt aan waar het geleend is. Dus daar zitten voor een deel grondaankopen in. Want tenslotte moet je positie hebben om je huizen te kunnen bouwen. Dus daar zitten grondaankopen in. Nou, we hebben niet gezien en niet ontdekt dat het geld ook naar andere grondposities ging dan die wij in de projecten zagen. U zegt, we gingen ervan uit. Ja. Toetst het WSW of niet, waar het aan besteed wordt? Wij toetsen dat achteraf waar het aan besteed wordt. Achteraf, dus u verstrekt eerst een borging, ja, en achteraf kijkt u waar, ja, het aan besteed wordt. Ja. Is het niet logischer om dat vooraf te doen? Nou, maar dan zijn het investeringsvoornemens. Dus je krijgt papieren plannen waarbij de corporatie zegt, gebaseerd op de begroting en de meerjarenplanning en de meerjareninvestering, dit gaan wij doen, dit gaan we investeren, dit zijn de onderleggers, dit zijn de bedrijfswaarden en wij vragen daar borging op aan. En die borging hebben wij verstrekt. Maar daarmee zegt u dat u de plannen wel toetst vooraf? De plannen worden getoetst. Dus u had wel zicht op waar het aan besteed wordt bij WSG? Ja, dat is natuurlijk het voornemen van de corporatie om die plannen te realiseren en het daaraan te gaan besteden. Okay, want uit ons onderzoek is namelijk niet gebleken, of in ieder geval niet bekend, dat er ooit feitelijk is nagegaan door het Waarborgfonds waar het geld aan besteed werd door WSG. We hebben niet iedere geborgde euro gevolgd. Hoeveel euro's wel? Nou, ten slotte zijn er ook investeringen plaatsgevonden voor de nieuwbouw. Dus dan zie je, als het ware de stenen stapelen. Dus u heeft alleen een nieuwbouw? We hebben natuurlijk ons geconcentreerd op de nieuwbouw. We hebben niet in de gaten gehad dat er met het geborgde geld andere grondaankopen werden gedaan dan wij dachten. Welke lessen heeft het Waarborgfonds getrokken uit de problemen die WSG heeft gehad? Nou, ten eerste, we hadden al lessen getrokken, vandaar dat we de methodiek veranderd hebben. In die methodiek zit een betere bestedingscontrole waar u net naar vroeg. Wij vragen 5 jaar kasstroomprognoses op, plus de realisaties van voorgaande jaren. Dus dan kan je op den duur controleren van, hey, dit was de begroting, dit is de realisatie. En dan krijgen we de bestedingsvraag. En dat is eigenlijk een jaarlijkse toets bij een corporatie, of minimaal een jaarlijkse toets. Gaat het geld naar datgene waar het voor bedoeld is? Betekent dit ook dat het Waarborgfonds zich verantwoordelijk voelde voor de problemen die ontstonden bij WSG? Nou, ik denk dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij het bestuur en de raad van commissarissen van WSG zit. Wij zijn verantwoordelijk, hebben wij wel of niet terecht borging afgegeven. Op de projecten die voorlagen, die voldeden aan de regels. Dus daar hebben we terecht borging op gegeven. Hebben we voldoende inzicht gekregen in hoe WSG eigenlijk ruilde en zeilde, ook in verband met die grondaankopen. Dat is ons duidelijk geworden toen we in april 2008 dat gesprek met de heer Span zijn aangegaan. Maar het reilen en zeilen, grondaankoop, was eigenlijk hetzelfde als nieuwbouw. Dat lag dan voor in die plannen die u uiteindelijk gewoon geborgd heeft. Wij zien dus in de plannen, ook in die berekening van de bedrijfswaarde, daar zit natuurlijk een aankoop van grond in. Dat moet ook gefinancierd worden. Dus wij schrikken niet als een corporatie grondaankopen doet. Wij schrikken misschien wel als ze speculatieve grondaankopen doen. Maar het reguliere proces van grondaankopen doen, vastgoed realiseren, is een borgbare activiteit. De WSG heeft in 2011 een onderzoek laten doen door Deloitte. En dat ging over de rol van het Waarborgfonds. En het ging ook met name om het oplopen van die leningenportefeuille bij WSG. Bent u bekend met dit onderzoeksrapport? Nee. Dat ken ik niet. U kent het niet? Ik heb er vanmorgen iets over gehoord, maar zelf ken ik het niet. Heeft u enig idee waarom nooit dit rapport met u gedeeld is? Nee. En ik was ook eerlijk gezegd verbaasd om vandaag te horen, dat het rapport er is. Dat het in opdracht van het bestuur, zeker raad van commissarissen van WSG is gegaan. Dat het gedeeld is met Centraal Fonds en het ministerie. En dan ben ik teleurgesteld dat het WSW niet de gelegenheid heeft gehad om kennis te nemen van het rapport. Dan wel een wederhoorpositie gehad te hebben. Immers, het rapport ging over het Waarborgfonds. Ja, dat blijkbaar. Kunt u verklaren waarom u het niet heeft gekregen? Nee. Dat weet ik niet. De directeur van het Centraal Fonds, de heer Van der Molen, die stuurt na het ontvangst van dit rapport een mail naar het ministerie met zaken die hem opvallen. En hij constateert dat het Waarborgfonds sinds 2007 minder informatie heeft over de besteding van woningcorporaties. Klopt dat? Nee, dat deel ik niet, die mening. Kunt u daarop reageren? Ja, ik heb net proberen het beeld te schetsen van hoe wij onze methodiek veranderd hebben en ook het toekennen van borging en de controle op borging als het ware verscherpt hebben.
Door te zeggen, dit is de prognose, 5 jaar kasprognoses. Daarover kunt u borging krijgen voor maximaal 3 jaar. Dan moet u weer volgend jaar weer een kasstroomprognose inleveren waar dat geld allemaal heen gegaan is. Dan met de realisatiecijfers waar het geld heen gegaan is. Ja, dus het klopt niet wat de heer Van der Molen stelt. Ik deel die mening niet. De heer Van der Molen constateert ook dat er geen gebrek aan signalen zijn geweest, maar dat de stap naar effectieve interventie een moeilijke lijkt te zijn. Onderschrijft u die constatering? Interventie niet, want tenslotte hebben wij in april 2008 het eerste gesprek met de heer Span gevoerd. Dus die interventie is geweest, hè. Er moesten maatregelen genomen worden door WSG. Of dat dan effectief is, is natuurlijk ook de vraag in hoeverre WSG daadwerkelijk die voorgestelde maatregelen kan en wil uitvoeren. U heeft het over april 2008, kon het WSW, het Waarborgfonds, niet eerder in actie komen? Nou, ik kreeg in begin 2008 dus een signaal van mijn accountmanager die zich met WSG bezighield. Het is een aandachtscorporatie en die heeft nu extra aandacht nodig. En dat in dit geval in de vorm van een gesprek tussen de twee bestuurders. Waarbij wij onze zorgen geuit hebben. Dus het had niet eerder gekund? Dat durf ik niet te zeggen nu of er voorheen al voor mijn accountmanager aanleidingen waren om dat gesprek eerder te organiseren. Het is wel vanaf 2006 dat WSG een aandachtscorporatie is. Ja, maar, er zitten 2 jaar tussen. Maar ik probeer uit te leggen dat een aandachtscorporatie een corporatie is die door accountmanagement extra bekeken wordt. Dat wil niet gelijk zeggen dat het bestuur van het WSW iets zou moeten doen. De accountmanager heeft na verdere analyse gezegd begin 2008, het wordt tijd voor een gesprek. Dus die 2 jaar lang heeft uw accountmanager het aangekeken, pas in 2008 ben ik gevraagd, gevraagd om dat gesprek te voeren. Ja. In de mail van de heer Van der Molen wordt ook de vraag opgeroepen of formele externe toezichthouders, dus het Centraal Fonds en het ministerie, signalen van het Waarborgfonds moet krijgen. Is dat bij WSG gebeurd? Wij zijn uiteindelijk samen met het Centraal Fonds gaan zitten om de problemen van het WSG te bespreken. Uiteindelijk? En dan heeft u het over wanneer? Dat durf ik niet helemaal precies te zeggen. We hebben een regulier directieoverleg tussen Centraal Fonds en WSW. Wij geven geen gegevens over corporaties vrij. Dat is de vertrouwelijke relatie tussen deelnemers en het WSW. Maar we hebben ook wel de goede gewoonte om in dat directieoverleg elkaar even aan te kijken van, zijn er misschien clubs waar je je zorgen om maakt? Ik kan me niet even direct herinneren wanneer WSG in dat kant voor het eerst genoemd is. Dat zou ik even niet zo paraat hebben. Nee. Een belangrijke afspraak in het borgingsstelsel is de zogeheten naadloze aansluiting. En het gaat om de aansluiting tussen het Waarborgfonds aan de ene kant en de financiële toezichthouder, het CFV. Dus als een woningcorporatie niet meer als kredietwaardig wordt beoordeeld door het Waarborgfonds, is de financiële toezichthouder, het CFV, verplicht om saneringssteun te verlenen totdat de corporatie weer kredietwaardig is. Dat voor de helderheid. Wanneer was voor u duidelijk dat voor WSG een saneringstraject nodig is? Begin 2011, in dat ook directieoverleg wat ik net noemde, is WSG besproken, zijn de zorgen gedeeld. En eigenlijk heb ik toen richting de directie van het Centraal Fonds gezegd, het zit op het randje bij WSG. Wellicht zouden we nu over moeten gaan tot het afgeven van de niet-kredietwaardigheid. Toen heeft de heer Van der Molen het WSW verzocht, doe dat nou even nu nog niet. Heel even, meneer Van der Post, ja? U heeft over begin 2011. Dus ja. Het is in uw herinnering naar boven gekomen dat begin 2011 u dit besproken heeft met Ik kon mij niet herinneren wanneer wij WSG voor het eerst besproken hebben. Oké, dit was niet de eerste keer. Ik kan me wel herinneren dat we in het directieoverleg begin 2011 gesproken hebben over de problemen bij WSG. Daar heb ik vanuit mijn kant vanuit het WSW gezegd, het ziet er niet goed uit, dus wellicht trekken wij de kredietwaardigheid in. En dan zou dat saneringsproces beginnen. Mm-hmm. Maar omdat er door het Centraal Fonds ingegrepen werd bij WSG in de zin van nieuw bestuur ook al aangedrongen werd op een nieuw plan van aanpak. En heeft het CFV ons verzocht, doe dat nog even niet. Wacht even af wat dat nieuwe plan van aanpak gaat opleveren. En dat hebben we gehoor aangegeven. We hebben afgewacht in de loop van 2011 wat dat plan van aanpak zou worden. En ik heb dat gedaan omdat wij geen verdere borging van WSG voorzagen in 2011. Dus ik hoefde ook geen beslissing te nemen over borging in 2011. Dus vandaar dat ik de tijd gegeven heb aan het Centraal Fonds.
WSG en onszelf om dat plan van aanpak op te stellen en te beoordelen. Maar dat was dus begin 2011. En in het najaar van 2011 dan stelt het waarborgfonds wel dat het WSG gewoon niet meer kredietwaardig is. Ja, dan zitten we met plannen die je moet beoordelen op realiteit, effectiviteit. Gaat dat allemaal lukken? En we hebben november 2011 de conclusie moeten trekken dat we WSG niet langer kredietwaardig vinden. En daarmee is het traject van de saneringssteun bij het Centraal Fonds ingezet. Dus de periode van begin 2011, dat u een ander standpunt had ingenomen en in het najaar zegt u wel van stoppen bij WSG, dat kunnen we omdat wij het plan van aanpak en de maatregelen en de verwachte resultaten eigenlijk onvoldoende vonden om nog langer WSG als kredietwaardig te zien. Uh-huh. En hebben dus de niet-kredietwaardigheid uitgesproken. Wat was de reactie van het Centraal Fonds? Nou, we waren het wel eens over de kwaliteit van of de niet-kwaliteit van het plan van aanpak. Maar het Centraal Fonds had daar wel wat moeite mee, omdat het Centraal Fonds een analyse op tafel had liggen. Dat ja, is er eigenlijk wel sprake van een negatief vermogen bij WSG? Is er wel een grond tot saneren? En dat heeft de enige tijd geduurd, die inschatting van het Centraal Fonds. Maar in de tussentijd heeft de naadloze aansluiting wel gewerkt. Want ook een onderdeel van de naadloze aansluiting is, wij zeggen niet kredietwaardig en kunnen als WSW niet meer borgen. Er is nog geen goedgekeurd saneringsplan, dus er zit tijd tussen. En onderdeel van de naadloze aansluiting is een zogeheten anticipatiebesluit. Dat vooruitlopend op het te verwachten saneringsbesluit van het Centraal Fonds mag het WSW toch tussentijds borgen. Alleen formeel juridisch onder de directe risico's van het Centraal Fonds. Dus het is een tussenpositie om tot saneren te kunnen komen. Heel even terug naar mijn vraag. De reactie van het Centraal Fonds toen de Waarborgfonds stelde dat WSG niet meer kredietwaardig is. U zegt de reden, of tenminste de reactie van het Centraal Fonds was gebaseerd op het feit dat ze vonden dat er geen sprake was van negatieve vermogens. Was er nog een andere reden waarom het Centraal Fonds het daar niet mee eens was? Op dat moment heb ik geen andere reden vernomen dan dat via de methodiek van het Centraal Fonds WSG nog over een licht positief, niet nul zou ik maar zeggen, volkshuisvestelijk vermogen beschikte. U heeft geen andere reden vernomen. Ik heb maar geen kunt andere zich reden gehoord dan deze reden. Maar kunt u zich wel een andere reden voorstellen? Nee. Helemaal niet? Nee, het is een samenwerking. We hebben gezegd in begin 2011, er moet een goed plan van aankalk komen. We waren het eens over dat het plan wat voorlag, dat niet aan al die vereisten voldoet. Ja, dan is de logische stap dat het WSW zegt niet kredietwaardig. Als ik mij in de schoenen van het Centraal Fonds verplaats en ik leg u voor dat het Centraal Fonds op het moment dat WSG niet kredietwaardig wordt geacht, dat betekent dat het Centraal Fonds langs andere woningcorporaties moet heffing innen en dat het toch wel een beetje krom is als het Waarborgfonds zelf al die leningen destijds heeft geborgd. Wat zegt u dan? Ja, dat klopt. Dat is een redenering waar ik het, dat zult u begrijpen, niet mee eens ben. We hebben de beslissing rond borgingen genomen in de jaren die ik genoemd heb. Daar lagen projecten, er lagen plannen onder die op dat moment voldeden en die vertrouwden en klopten. Wat natuurlijk gebeurt in die 3 jaar daarna is dat we wel een financiële crisis krijgen. We krijgen een andere crisis. Dus de verkoopplannen en exploitatieplannen van WSG zijn natuurlijk aangepast aan de veranderde omstandigheden. En dan zie je dat de plannen die eerst haalbaar werden geacht, niet haalbaar waren. Financiële toezichthouder CFV die ging er in het najaar van 2011 vanuit dat de saneringssteun op 0 euro zou liggen. Was dat ook de inschatting van het Waarborgfonds op dat moment? Nou, wij hebben niet een inschatting gemaakt hoe groot de saneringssteun zou moeten zijn. We hebben een inschatting gemaakt dat de 4 opties die op tafel lagen niet haalbaar waren. En het is aan het Centraal Fonds, en dat is denk ik volkomen terecht hun inschatting, om te bepalen of en in hoeverre er saneringssteun in welke bedragen nodig is. Waarop was die veronderstelling gebaseerd dat er sprake zou zijn van 0 euro saneringssteun? Weet u dat? Ik denk op de methodiek die het Centraal Fonds zelf hanteert om het volkshuisvestelijk vermogen te bepalen. Daar zitten ook de bekende parameters van bedrijfswaarde en ratio's in. En het werd ons duidelijk dat het Centraal Fonds in eerste instantie tot een licht positief, niet nul zijnde, volkshuisvestelijk vermogen uitkwam. In juni 2013 krijgt WSG uiteindelijk 117 miljoen
euro aan saneringssteun. Wat is de reden dat uiteindelijk wel saneringssteun nodig is geweest? Nou, de reden is dat toch het plan van aanpak ondersteuning bieden. De exacte bedragen ken ik niet. Ik was toen niet meer actief werkzaam bij het WSW. Dus de laatste saneringsbesluiten en de discussies over het exacte bedrag heb ik niet meer meegemaakt. En hoe heeft naar uw mening de naadloze aansluiting gewerkt in de casus van WSG? Ik denk dat die goed gewerkt heeft in de zin van het anticipatiebesluit waar ik het over had. Dat was geen discussie. Er moest tussentijds geborgd worden, dat is gedaan. Het blijkt natuurlijk dat omdat beide fondsen, Centraal Fonds en het WSW, een iets andere benadering en berekening rond corporaties hebben, dat het niet één op één een naadloze aansluiting is, dat de getalletjes die wij berekenen exact hetzelfde zijn als de getalletjes die het Centraal Fonds berekenen. Is dat niet vreemd als we het hebben over aansluiting? Nee, dat is niet vreemd, omdat beide partijen eigen verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoe zij corporaties beoordelen. Maar ze moeten wel op elkaar aansluiten. Het sluit op elkaar aan. Ondanks de verschillende manieren van werken en meten en interpreteren. Nou ja, de conclusie was hetzelfde. Deze corporatie moet gesaneerd worden. Het grootste, als u vraagt naar werkt de naadloze aansluiting, dan zie ik eerder een niet-aansluiting aan de achterkant van een saneringsproces. Omdat het proces van saneren door het Centraal Fonds werkt dat een corporatie weer vermogen krijgt tot 10% van de jaarhuur. Dat is dus een vermogensbepaling. Tegelijkertijd, ik noemde dat terecht, moet dan die deelnemer weer voldoen aan de kredietwaardigheid van het WSW. En het WSW stelt andere eisen dan alleen een vermogen van 10% van de jaarhuur om de kredietwaardigheid vast te stellen. Dus zo er al een probleem bij de kredietwaardige of bij de naadloze aansluiting zit, dan zie ik hem eerder aan de achterkant om het goed af te sluiten. Dan aan de voorkant dreigt een corporatie in het gat te vallen tussen WSW en Centraal Fonds. Want dat wil je juist voorkomen. Nou, mijn collega's zullen daar vast nog op terugkomen, op die analyse van u. Ik wil het met u hebben over woningcorporatie Rentree. Want ook die is een tijd lang aandachtscorporatie geweest bij het Waarborgfonds. Kunt u toelichten wat die term in het geval van Rentree betekent? Ik denk dat de start hetzelfde is. Ons accountmanagement krijgt inzage in de plannen van een corporatie en concludeert dat daar wel een grote ambitie zit. Dus die vraagt om extra aandacht. Bij Rentree heeft het Waarborgfonds geen signaal afgegeven aan de Raad van Commissarissen, terwijl de accountmanager van het Waarborgfonds wel zorg had, in ieder geval omtrent de ambities die er waren bij de bestuurder. We hebben hier ook de heer Kemperman gehad, als oud-lid van, u heeft het gezien, u heeft het ook gehoord, prima. Als oud-lid van de Raad van Commissarissen van Rentree. En hij heeft aan ons verklaard dat hij zelf met het Waarborgfonds belde om zijn zorgen te uiten. En toen bleek dat het Waarborgfonds al een jaar ook zorgen had. En ik vraag me dan af, waarom heeft het Waarborgfonds nooit contact opgenomen met zo'n Raad van Commissarissen? Nou, wij zijn wel voorzichtig om direct te escaleren als een corporatie aandachtsclub is. Natuurlijk, op het moment dat de aandacht groter en het wordt explicieter wat de problemen zijn, hebben wij overleg of contact met een raad van commissaris. Dat zit in ons escalatiemodel. Dan wel dat wij tegen het bestuur zeggen, goh, wij maken onze zorgen en wij gaan er maar even vanuit dat u diezelfde zorgen die we hebben nu deelt met uw raad van commissaris. Dan leggen we het bij de bestuurder neer. En ik heb begrepen uit het telefoontje van die Kemperman dat hij blij was dat ook hij van het WSW te horen kreeg dat er aandacht is voor Rentree dat wij ons zorgen maken. Het is mij nog niet helemaal helder wanneer het Waarborgfonds dan actie neemt. Wanneer is de escalatie zover dat uw mensen de telefoon oppakken en zo'n operatie bellen? De sturing die wij kunnen toepassen is op basis van de informatie die we krijgen. Hè, wat ik net gezegd heb, kunnen wij borging, kunnen wij faciliteringsvolume geven? Als we ons zorgen maken, dan kunnen we dat faciliteringsvolume beperken, zowel in tijd als bedrag. En in het geval van Rentree hebben we natuurlijk ook duidelijke signalen afgegeven dat die investering die zij wilden doen in de provinciale weg en de ondertunneling daarvan, dat wij die niet borgen. Dat is natuurlijk wel een signaal die je afgeeft aan een corporatie, dat we dat niet zien zitten. En dan ga je er natuurlijk vanuit dat een corporatie, directeur en een bestuurder, dat deelt met zijn raad van commissarissen en zegt, sorry, ik krijg op dit project geen borging van het WW. Maar zijn er voorbeelden te noemen waarbij het Waarborgfonds de telefoon heeft gepakt en een raad van commissarissen bij welke corporatie dan ook? WSG. Bij WSG is dat gebeurd?
Ja, daar zaten we zo erg in de escalatie dat je zo het perspectief krijgt, hier gaat het niet goed. Maar dat ik was zeg, het al aardig. Ik wil eens bij de Raad van Commissarissen vergadering aanwezig. Ja, maar toen waren de problemen bij WSG al heel erg helder. Het gaat mij om het momentum waarop het Waarborgfonds zorgen heeft. Dat is veelal dus in het voortraject, voordat dingen echt misgaan. Zijn er voorbeelden te noemen waarbij het Waarborgfonds actie heeft ondernomen richting een corporatie? Nou, ik geef net de acties die we noemden, dat we niet borgen, dat we... gesprekken met de Raad van Commissarissen hebben gehad. Ik heb bij Woonbron ook gesprekken met de Raad van Commissarissen gehad. Maar is dat in zo'n vroeg stadium geweest? Nee, ik ben altijd noemt... voorzichtig geweest om niet te vroeg in het proces, het bestuur als het ware, schofferen is misschien niet het goede woord, maar onder druk te zetten. Om gelijk naar de Raad van Commissarissen te lopen. Maar in het proces wat we altijd volgen, is er een moment waar we zeggen, ja, nu kan het niet. Nu willen wij ook zelf met de Raad van Commissarissen praten. Collega Oskam. Ja, meneer Van der Post. Als u nou dat stempel zet, niet kredietwaardig bij WSG. En het Centraal Fonds zegt dan, wij taxeren de saneringsbijdrage op 0 euro. En hebben we net de heer Ruig ook horen zeggen, dat was om een voorbeeld te stellen. Wat vindt u daar dan van? Ja, ik heb het dat horen zeggen, maar ik heb dat niet begrepen uit de opstelling van het Centraal Fonds toen de tijd toen we dat besluit namen. Maar de toenmalige minister heeft ook in de Kamer gezegd, waarschijnlijk door wat het CFV hem heeft ingefluisterd, dat die saneringsbijdrage op 0 euro. De redenering om een saneringsbijdrage van 0 te noemen is volgens mij gebaseerd op de berekening dat het volkshuisvestelijk vermogen plus 0 is. Zeg maar. En weet u hoe zij daar dan bij komen, zo'n berekening? Heeft u daar nog inzage in gekregen? Of wij weten de methodiek in grote lijnen van het Centraal Fonds, hoe via de parameterbepaling en de eindwaarde van de bedrijfswaardeberekeningen. Dat zit. We kennen de normeringen daarvan. En het is een berekening en de verantwoordelijkheid van het Centraal Fonds. Maar korte tijd daarna is het ineens 117 miljoen. Hoe kan dat dan? Ja, ik denk ook dat, hoewel het misschien korte tijd is, de omstandigheden op die markt snel verslechterden en de inzichten kwamen over de feitelijke projecten, de feitelijke grondposities, die dan ook afgewaardeerd werden. En dan wordt het gat groter. Wat je eerst als nul zag, kan natuurlijk door meer kennis en inzicht in die feitelijke projecten, meer kennis en inzicht, lukt het om het te verkopen. Dat je je berekeningen bijstelt aan de hand van de realisaties die je aantreft. Even over de spelregels van het Waarborgfonds. U zei net van, wij borgen geen speculatieve grondaankopen. Tegelijkertijd weten wij dat WSG veel ruwe bouwgrond heeft gekocht, waar ook nog geen bouwbestemming op zat. In welk perspectief moeten we dat dan zien? Een richtlijn voor ons accountmanagement, dat als het gaat om aankopen van gronden en mogelijk te borgen voor gronden, dat er een reëel perspectief moet zijn dat binnen afzienbare tijd de bouwbestemming erop komt en dat er feitelijk met bouw kan worden begonnen. Dus het moet wel passen in volkshuisvestelijke plannen die door provincie of gemeente herkenbaar zijn. En moeten wij daar dan in lezen dat WSG aan het WSW heeft gezegd, nou ja, dat komt allemaal wel goed en dit zijn de ideeën? En... Zo mag u dat samenvatten. Ja, wij zijn natuurlijk afgegaan op de informatie die wij van WSG krijgen en de bedrijfswaarde die erbij zit. En dat waren op dat moment, hoewel wel veel en voor een hoog bedrag, waren dat voor ons aannemelijke prognoses. En nu u weet dat het uiteindelijk niet goed is gekomen, hoe kijkt u er dan naar? Nou, dat heb ik al proberen uit te duiden, dat we een aanpassing in onze methodiek gedaan hebben. Dat je veel scherper naar die prognoses kijkt, met name ook de liquiditeitseffecten van die prognoses. Want dat is natuurlijk het probleem dat heeft u duidelijk uitgelegd, dat snap ik ook heel goed. Okay. Maar mijn vraag is eigenlijk maar gewoon zeggen zoals ik het denk. Voelt zich besodemieterd door het WSG? Nou, besodemieterd, ik denk dat de heer Span naar eer en geweten toen de tijd dacht van ik ga dat zo bij het WSW aandragen. Ik voel me wel, nou, niet prettig bij de gedachte dat gelden die ik beschikbaar heb gesteld anders besteed zijn. Dat vind ik geen fijn idee. Meneer Van der Post, het Waarborgfonds en de Centrale Fonds Financieel Toezichthouder, die verschillen nog wel eens van inzicht. Een van de onderwerpen waar verschil in zat, ging om de zogenaamde doorzakconstructie bij Servatius in 2007. Voor degenen die het niet weten, doorzakconstructie betekende dat duurdere huurwoningen en het commercieel vastgoed overgeheveld wordt naar een dochtermaatschappij. En dat met dat bezit als onderpand op de kapitaalmarkt omgeborgde leningen afgesloten konden worden om investeringen te doen en veelal op commercieel vlak. U geeft hier toestemming voor als Waarborgfonds, maar het Centraal Fonds is daarop tegen. Wij hebben daar vanuit risicoperspectief en risicobeheersing toestemming voor gegeven,
onder de ontbindende voorwaarde dat er toestemming komt van de minister. En als die toestemming er niet kwam, dan zou de transactie moeten worden teruggedraaid. Maar we hebben het zuiver vanuit risicoperspectief bekeken. We hebben onderpand bij servaties, daar hoort een leningportefeuille bij die geborgd is. Servaties wilden een deel van dat onderpand inderdaad laten doorzakken. En wij hebben natuurlijk gekeken, houden wij dan zelf voldoende onderpand over? En wat zijn de gevolgen van een commerciële ongeborgde financiering op basis van het onderpand? Dat hebben wij afgewogen. Daarvan hebben we gezegd, risicotechnisch zou dat kunnen. Maar wel onder de voorwaarde dat als de minister, zeker het Centraal Fonds, dan niet akkoord gaat, dan moest de transactie worden teruggedraaid. Maar heel even, het verschil van inzicht tussen het Waarborgfonds en het Centraal Fonds? Nou, ik denk niet dat is dat niet vreemd dat daar verschil van inzicht in is? Nee, want wij zijn van het borgen van leningen en de risicobeheersing is erop gericht om te bewaken dat die geborgde leningen en die aflossing betaald kunnen worden. Het financiële toezicht of het volkshuisvestelijke toezicht stelde zich de vraag of het, laten we zeggen, wenselijk is dat onderpand en misschien ook wel sociaal onderpand wordt doorgezakt. Dat is een heel andere vraag, dat is geen risicovraag, dat is een beleidsmatige vraag. Maar welke risico's had deze constructie nou voor het Waarborgfonds? Nou, zoals ik net probeerde aan te duiden, aanvaardbare risico's. We hielden voldoende onderpand over bij servaties om een deel van het onderpand vrij te geven voor commerciële financiering. Voor ongeborgde financiering dan. En als u zich probeert te verplaatsen bij het Centraal Fonds, welke risico's zagen zij? Ik heb de indruk daar gehad, en ook voor de minister, dat het niet ging om zozeer risico's, als wel om het beleidsmatige standpunt, vinden we het akkoord dat er vastgoed wordt doorgezakt, in dit geval ook sociaal vastgoed, om dat anders in de markt te positioneren en daar een ongeborgde lening op aan te trekken. Als ik u zo beluister, dan de vertaling die ik er ook aan geef, en ook kijkende naar servaties die dit geld, het ging om 200 miljoen aan leningen die aangetrokken zijn om commerciële investeringen te doen in het commerciële deel van een campus in Maastricht, dan zorgde de constructie, die doorzakconstructie, er eigenlijk voor dat geld wat bestemd was voor de sociale volkshuisvesting in commercieel vastgoed terecht kwam. En maar nogmaals, wij maken op dat punt. Dat is dat punt van beleid wat u we net maken aanhaalde. Een risicoafweging. En die is vergelijkbaar die we in de casus van Woonbron hadden toen Woonbron in liquiditeitsproblemen kwam. Was er ook de vraag, dan gaat Woonbron een commerciële lening aantrekken om de boot te financieren. En hebben zij voldoende onderpand om zo'n ongeborgde lening te krijgen. Dat bleek dus niet te hebben. Dus er kwam dezelfde vraag tevoorschijn. Mag vastgoed, sociaal vastgoed, worden ingezet door het WSW worden vrijgegeven om als basis te dienen als zekerheden voor een ongeborgde lening? Dat is een beleidsmatige vraag. Wij hebben er naar het risico-oogpunt uitgekeken. Daar zijn wij van. U zegt het Centraal Fonds en het ministerie die mogen zich druk maken over de besteding van het geld, ofwel volkshuisvestelijk of commercieel en wat daar niet goed aan is, maar het Waarborgfonds heeft daar niets mee te maken. Nee, we hebben er wel mee te maken, want we hebben de constructie verbonden aan de instemmende of de goedkeuring van minister en Centraal Fonds. Ik denk dat dat een juiste verdeling is. Dat het Waarborgfonds in principe wel wil, maar eigenlijk zegt van nou... Niet wil, we hebben geen bezwaar tegen. Geen bezwaar tegen. Ja, dat is een andere. Het is niet dat wij iets zouden willen. Corporatie wil het, wij beoordelen dat. En nogmaals, we hebben daar de voorwaarden aan verbonden dat dat instemming krijgt van de minister, zeker Centraal Fonds. Maar als ik me verplaats in zo'n corporatie, het Waarborgfonds zegt eigenlijk, u kunt dat doen. Weliswaar, we kijken wel even of het ministerie dit goed vindt. Als ik kijk naar de feiten, toen u in 2007 dat signaal gaf aan servaties, toen wist u dat het ministerie hier niet positief tegenover stond. Ja, maar dat is een afweging die moet de corporatie maken. Ze vragen aan ons, kan het? Risicotechnisch, financieringstechnisch? Wij zeggen, ja, wij willen daar naar kijken, maar dan onder de ontbindende voorwaarden dat je toestemming van de minister krijgt. Dat is een verantwoordelijkheid van de corporatie om dan die toestemming bij de minister te gaan halen. Voor de corporatie is het toch ook een signaal als het Waarborgfonds zegt van in principe geen bezwaar? Ja, maar nogmaals, op gronden van risicoafweging, terwijl het ministerie en het Centraal Fonds afwegingen maken op volkshuisvestelijke... Maar probeer even mijn punt te begrijpen. Als u zich verplaatst in de corporatie, is het dan niet toch wel verwarrend als een Waarborgfonds zegt van u mag dat van ons wel doen en
van het ministerie en het Centraal Fonds. Ik heb van Servatius geen signaal ontvangen dat zij dat specifiek punt verwarrend vonden. Zij begrepen de opstelling zowel van het Waarborgfonds als van het Centraal Fonds. Dus nou, als het Servatius dan parkeren, ja? In dit geval, want Servatius, daar komen we ook nog aan toe in onze enquête onderzoek. Voor een corporatie, is dat niet verwarrend als een Waarborgfonds zegt geen probleem? En het Centraal Fonds en het ministerie hier wel een punt van maakt? Is omdat het, niet... het om andere argumenten gaat, is dat voor de corporatie in mijn ogen niet verwarrend. Zij begrijpen dat het ministerie het volkshuisvestelijke toezicht doet. En daardoor wel of niet bezwaar heeft tegen zo'n doorgang. Daarvoor... Wij doen het op financiering en risicotechnieken. Ja, maar daarvoor... Het zou kunnen. Het zou kunnen vanuit het Waarborgfonds. Ja. Dus dan is het toch een soort dienstbare instelling... of houding die het Waarborgfonds in die zin richting de corporaties heeft. Het mag van ons in principe, het zou kunnen. Uit risico-oogpunt. Maar het ministerie en het Centraal Fonds... toestemming vragen in Den Haag. Ja, maar u ziet daar geen nadeel in die manier van... Nee, daar zie ik geen nadeel in. Ik denk juist dat het een heldere scheiding is van wat de een doet en wat de ander doet. Kunt u voorbeelden noemen van andere corporaties die de doorzakconstructie hebben gehanteerd? Feitelijk geëffectueerd heb ik op dit moment niet paraat. Nee. Geen enkel voorbeeld? Ik heb het niet paraat. Ik sluit niet uit dat er een doorzakoperatie bij een corporatie wel gegaan is en dat er een misschien niet doorgegaan is, maar ik heb het op dit moment niet paraat om de namen daarvan te noemen. Maar was de systematiek van het doorzakken... Nou, laat ik het zo zeggen, want het Waarborgfonds had namelijk een programma lopen voor commerciële financiering. Het WSW 2 heet dat programma, zo uit mijn hoofd. Als ik die plannen die het Waarborgfonds had naast zo'n doorzakconstructie leg, was zo'n doorzakconstructie niet een alternatief voor dat programma? Nee, ik denk dat we even goed de volgorde in de gaten moeten houden. Het was een wens van corporaties om te kijken... Kunnen wij een weg vinden om de ongeborgde financiering, en dat wordt dan vaak commerciële financiering genoemd worden, kan het door middel van bundeling van die financieringsvraag, kunnen wij dan gunstige voorwaarden in de markt krijgen? Dus dat was een verzoek van de corporaties om dat te agenderen en daarmee aan de slag te gaan. En omdat het WSW de doelstelling heeft om corporaties zo optimaal en dus ook zo goedkoop mogelijk te financieren, hebben wij meegewerkt aan het initiatief om te kijken hoe ver we zouden kunnen gaan. Ja, wat dat oplevert in financieringstermen. Maar het was niet direct het uitsluitend het initiatief van het WSW. Er waren een flink aantal corporaties die met wel niet juridische scheiding bezig waren, de doorzak waar u het over heeft. Mm-hmm. En dan komt er een financieringsvraag te worden. Hoe gaan we dat dan financieren? En dan was de vraag of dat onder een bepaalde collectiviteit zou kunnen. En dat was het zogeheten Finco-project. Feit is wel dat als er doorgezakt wordt, wat vanuit het Waarborgfonds in principe geen bezwaren kende, dat brengt wel behoorlijke administratieve lasten mee voor de corporatie. Maar wat nog veel belangrijker is, dat het steeds moeilijk controleerbaarder wordt wat er nou bij die corporatie gebeurt. Zag u dat ook, dat risico van het doorzakken? Ik heb niet een 1-op-1 dat het daarmee direct moeilijker controleerbaar werd. Ik weet van Servatius dat ze dat ook in een aparte dochter wilden onderbrengen. En dan zou de transparantie wel eens kunnen toenemen als je daar een aparte BV voor hebt, met een aparte aansturing, een apart management, een aparte verslaglegging. Zou het wel eens transparanter kunnen zijn. Dus is eigenlijk heel goed dat doorzakken. Ik wil niet dat het heel goed, maar ik wil even wegnemen dat... Het heeft voordelen dus, ook ten aanzien van de controleerbaarheid, begrijp ik uit uw woorden. Als ik die stap mag maken, het WSW is ook in de staatssteundiscussie tussen DAP en niet-DAP altijd de voorstander geweest van de formeel juridische scheiding, omdat het transparanter wordt. Met de invoering van die tijdelijke regeling van DAAP, de diensten van algemeen economisch belang in 2011, is het niet meer toegestaan om commerciële activiteiten te borgen. En dat werden dan niet DAAP-activiteiten genoemd. Hoe financieren corporaties op dit moment niet DAAP-activiteiten? Ik vermoed dat het zeer lastig is. Maar de vraag is, hoe financieren ze het? Nou, in ieder geval ongeborgd. Dus dat gaat met bankleningen en iedereen heeft inmiddels wel vernomen dat bankleningen wat lastig te verkrijgen zijn dan wel tegen
strikte of hogere tarieven. Dus dat zal lastig zijn. En hoe ver speelt het doorzakken hierbij een rol? Hoe bedoelt u het doorzakken? We hebben het net gehad over doorzakken en systematiek. En de mogelijkheden die dat biedt om uiteindelijk leningen aan te trekken die je via borgen kan krijgen. Dan is het niet direct, laten we zeggen, in mijn oude terminologie van doorzakken zoals we net bij Servatius spraken. Als je je vastgoedportefeuille en je bedrijf administratief scheidt, dan krijg je dus een vastgoedportefeuille DAAP en je krijgt een vastgoedportefeuille niet DAAP. En daar moet je dan de financiering op aan gaan aantrekken. Dat is geen doorzak, dat is een scheiding tussen twee soorten vastgoed. Gaat de corporatie over tot wel een juridische scheiding, dan gaat er daadwerkelijk vastgoed van de ene balans naar de andere balans. Ja, dat zou wat meer op een feitelijke doorzak lijken. Kijk eerst naar mijn collega en dan naar de voorzitter. Dank mevrouw Hashi. Meneer Van der Post, de corporaties die worden genoemd door mevrouw Hashi, samen corporaties waar ernstige incidenten plaatsvonden. We hebben meer voorbeelden. Onze commissie doet daar onderzoek naar om een beeld te krijgen van hoe dat stelsel nou werkt, waarin die corporaties zitten. Dus we komen ook bij u nog even op Vestia in dat verband. Vestia komt in 2011 in, we mogen wel zeggen, zeer zware liquiditeitsproblemen door de bijstortverplichtingen als gevolg van de grote derivatenportefeuille. In die portefeuille zit voor 70% aan derivaten die niet rechtstreeks bijdragen aan het verminderen van het renterisico. Het zijn meer speculatieve producten. Terwijl het verminderen van het renterisico juist de kern van het financieel beheer zou moeten zijn in die coöperatiesector. Ook kijkend naar de rol van het WSW en als je überhaupt derivaten gebruikt. Mijn vraag aan u, meneer Van der Post, wie buiten Vestia zelf had nu die aard en omvang van die portefeuille van Vestia naar uw mening in de gaten moeten houden, buiten Vestia? Ik denk iedereen die zich met die relaties had, financiële relaties had met Vestia. Wat er bij ons geconstateerd werd in september 2011, toen we feitelijk voor het eerst een volledige inzage in die portefeuille kregen, dat het ons direct verbaasde wat de omvang voor de portefeuille was. Zeker in relatie met de portefeuille die wij kenden vanuit 2010. Daar zat een enorme groei in die portefeuille. Die hebben we niet gezien en die heeft ons verrast. Ik denk dat dus het Waarborgfonds, maar ook het Centraal Fonds als financiële toezichthouder, daar vraagt u naar, inzicht in die derivatenportefeuille had moeten krijgen. De accountant. En natuurlijk ook de Raad van Commissarissen zelf, die had ook volledig op de hoogte moeten zijn van de uiteindelijke samenstelling van de derivatenportefeuille. Het ministerie? Als ik Centraal Fonds noem, dan zit daar voor mij achter het ministerie. Ik kom inderdaad even de doorsteek naar het Waarborgfonds zelf. Welke rol en taak zag u nu eigenlijk voor uw eigen organisatie, het WSW, voor wat betreft het gebruik van die derivaten en analyse van de liquiditeitsrisico's daarbij? We hebben als beleid uitgedragen, zowel ook als tekst op onze website, dat wij begrijpen dat voor het rentemanagement derivaten worden gebruikt. Dat daar prudent mee omgegaan moet worden. Dat er eigenlijk geen speculatieve posities mogen worden ingenomen. Dat er een koppeling moet worden kunnen gelegd met de lening waarin dan dat renterisico zit. En dat derivaat gekoppeld zou moeten zijn aan de lening. En we hebben gezegd, als je derivatencontracten afsluit met partijen, dan mag je die partijen geen zekerheden geven die strijdig zijn met de zekerheden die het WSW, met name de vastgoedzekerheden die het WSW heeft. Dat betekent dat we acceptabel vinden dat corporaties derivaten gebruiken. Dat herkenbaar was dat in de loop der jaren steeds meer derivaatcontracten werden voorzien van CSA's, waardoor margin call verplichtingen over en weer tussen bank en corporaties konden ontstaan. En dat de hele sector, wij dus ook, daarmee eigenlijk voor het eerst geconfronteerd werden in de effecten daarvan op 4 december 2008. Welke verantwoordelijkheid voelde u nu zelf? Want u noemde net een aantal dingen op
moet zijn ter afdekking van renterisico's, et cetera, et cetera. We zien in de praktijk dat het veel verder ging bij die corporaties. Welke verantwoordelijkheid voelde u zelf? Nou, mijn uitgangspunt is dat de corporatie zelf en de bank zelf altijd verantwoordelijk blijven voor de transactie die zij doen. Dat is de verantwoordelijkheid die daar ligt. Het is onze verantwoordelijkheid om te kijken of een corporatie de rente en aflossing van de geborgde lening kan terugbetalen. En vanuit die kant kijk je, zijn er voldoende liquide middelen beschikbaar om dat te doen? En zijn ook de liquide middelen beschikbaar om andere risico's af te dekken? Bijvoorbeeld het liquiditeitsrisico vanuit een derivaat. Daar kom ik zo even op terug. We hebben een brief van 21 december 1998 al. En daarin wijst het Waarborgfonds Sociale Woningbouw op de beperkingen die ook het ministerie stelt aan het gebruik van derivaten. Er zijn verschillende circulaires voor, et cetera. Nou, het Waarborgfonds committeert zich daaraan en wijst ook op eigen regels, zoals geen open posities, geen speculatie. Dat is belangrijk voor onze commissie. Ik vraag u daarom, hoe handhaafde u die regels? Wij handhaven dat door in eerste instantie aan de corporatie, ik praat even over de jaren 2002, 2005, 2006 denk ik, om middels de zogeheten toenmalige DFT op te vragen welke derivaatportefeuille heb je. Maar dat was een vrij administratieve opvraag om een idee te krijgen van gebruik je überhaupt de derivaten en welk effect hebben die derivaten. Daar zat nog geen doorvraag achter naar mogelijke liquiditeitsrisico's. Omdat in die periode, denk ik, was het grootschalig gebruik van margin call verplichtingen nog niet doorgedrongen tot de corporatiekant. Maar dat kwam in de latere jaren wel. En toen zijn we ook zeker in die liquiditeitsanalyses die we ingevoerd hebben bij 2008... zijn we meer aandacht gaan geven aan mogelijke liquiditeitsrisico's die te maken hebben met het gebruik van derivaten. Dus ik leef toch echt bij de beleving dat wat u citeert uit 98, dat we dat ook vertaald hebben in WSW-beleid, vandaar dat ik net de vier punten noemde, die wij ook op onze website hadden staan. Geen speculatie, verbinding met je leningportefeuille. Geen zekerheden weggeven die strijdig zijn met de zekerheden van het WSW. Maar hoe kwam dat nou tot 2008 tot uiting in het beleid van het WSW? Hoe ging je daar in de praktijk mee om? Ik denk dat het op dat moment gewoon minder aandacht had, omdat er ook nog geen problematiek geconstateerd was. Het is natuurlijk een nogal ontluisterende ervaring dat de lange rente in december 2008 zo hard naar beneden ging, met alles wat er in de financiële markten gebeurde. Dat scenario van zo'n sterke daling van rente en de bijbehorende liquiditeitsrisico's, die hadden wij niet op het netvlies. Ik kom zo nog even terug op Vestia en hoe dat dan tot 2008 ging. Kunnen u kort voor de commissie schetsen hoe de samenwerking met de financieel toezichthouder, de Centraal Fonds Volkshuisvesting, in elkaar stak nou op dit precieze punt van handhaven van regels? En u bedoelt specifiek de handhaven van de derivaatregels? Ja. Ik denk dat we daar beiden in de beginjaren, nogmaals vanaf 2002, eigenlijk geen afstemming over hebben gemaakt. Omdat het op dat moment ook nog geen problematiek was. Er is een handleiding van de minister hoe om te gaan met derivaten. Het WSW heeft zijn beleid hoe om te gaan met derivaten. Ik heb daar de voorbeelden van genoemd. En er was ook geen directe aanleiding om dat eens te verstevigen dan wel aan te halen. Had u afspraken met het CFV over hoe dat onderling best kon lopen, die handhaven, dat handhaven? Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid erin genomen. Wat had u dan wel met het CFV afgesproken als we kijken naar het monitoren van liquiditeitsrisico's? Wat ik net zei, we hebben een regulier directieoverleg, waarin altijd een vast agendapunt was, ik haal even de term terug, aandachtscorporaties dan monitorcorporaties. En als wij delen geen bedrijfsgegevens met het Centraal Fonds, maar we hebben wel met elkaar gedeeld, daar waar mogelijke liquiditeitsproblemen of andere problemen bij corporaties zouden zijn, om dat met elkaar even te delen van, goh, als deze corporatie bij ons in het vizier komt, komt die bij jullie ook in het vizier. En strekte zich dat uit tot het monitoren van derivaten? Nee, dat heeft zich niet uitgestrekt tot het specifiek monitoren van derivaten. Waarom eigenlijk niet? Omdat de problematiek pas, duidelijk werd vanaf 2008... En toen is het natuurlijk wel in het afstemmingsoverleg, directieoverleg met het Centraal Fonds regelmatig over de effecten van derivaten gesproken. En dat daar behoorlijke liquiditeitsrisico's in zitten.
Meneer Van der Posten, onze commissie heeft kennis genomen van het rapport van de commissie Hoekstra. Die hebben ook al wat werk verricht. En ik citeer even. De commissie signaleert onduidelijkheid over de rolverdeling tussen het WSW en het CFV in de periode voorafgaand aan september 2011. Het CFV concentreerde zich op het vermogenstoezicht en ging er stilzwijgend van uit dat het WSW toezicht hield op de liquiditeit en de derivatenportefeuille. Er waren echter geen sluitende afspraken tussen WSW en CFV over de taakverdeling en informatieuitwisseling. De gebrekkige samenwerking heeft het goed functioneren van een early warning systeem bemoeilijkt. Wat was daarop uw reactie? Ik ken die conclusie, ik heb dat rapport natuurlijk ook gelezen. Ik vind het opvallend dat een term wordt gebruikt van dat het Centraal Fonds ergens stilzwijgend vanuit ging. We hebben daar inderdaad geen werkafspraak over gemaakt. Wij links en jullie rechts, die hebben we niet gedaan. Of dat wel of niet heeft geleid tot een gebrekkig toezicht, dat blijft voor mij nog steeds een twijfel. Nog even terug naar, u zegt net, het stond bij ons op de website en we verwachten dat men geen verkeerde dingen deed. Maar volgens onze gegevens, al in 1994 hadden corporaties toen 100 miljoen gulden verloren met derivaten. En er werd wel degelijk derivatenportefeuilles opgebouwd. Het klinkt vrij passief. Nee, dat is het niet. Als u, dus ik wil niet passief overkomen, laat ik het zo zeggen. In het jubileumboek van het WSW 12,5 jaar bestaan, dat kwam uit in 1995. Daar heeft de toenmalig voorzitter van het WSW, de heer Kempen, in zijn, laten we zeggen, vooruitzicht nog twee wensen geformuleerd voor het WSW. Het borgen van kort geld en het borgen van bepaalde derivaten. En daar is in al die jaren geen ruimte voor gekomen. Wij kunnen geen kort geld borgen en we kunnen geen derivaten borgen. Dus het is, het probeer je aan te geven dat binnen het WSW de derivaten in de problematiek bekend zijn. Maar niet dat het in zulke mate tot liquiditeitsrisico's zou kunnen leiden. Ik haak meteen even in op wat meneer Rink hier zei in het openbaar verhoor. Hij zei, we hebben een tijd lang tijdelijke liquiditeitstekorten geborgd. Vervolgens hebben we meneer Rink in het openbaar voor geconfronteerd met een schrijven van hem, een brief aan de eindverantwoordelijke bij ABN AMRO, dat men gewoon liquiditeitstekorten zou borgen die samenhingen met bijstandsverplichtingen voortvloeiend uit de zekerheden met derivaten. Dat is gewoon een keiharde brief met zijn handtekening. Die zegt net van, ja, dat deden we niet, maar die brief blijkt toch het tegendeel. Ja, maar dan zitten we al in december 2008. Nou ja, al, ja. Ja, even mijn redenering dat we in het eerste gebruik van derivaten zaten veel minder liquiditeitsrisico's. En we hadden onze monitoring nog niet gericht op die liquiditeitsrisico's. Ik kende de brief van de heer Rink niet, maar de strekking daarvan onderschrijf ik zeker. Het is namelijk, en dan komen we even terug op stelsel en de zekerheid die het stelsel wil bieden. Het is voor financiers volstrekt helder dat het overheidsbeleid gericht is op de financiële continuïteit van woningcorporaties. En of die financiële continuïteit nu, laten we zeggen, gerealiseerd wordt door een liquiditeitsfaciliteit via het WSW of een vermogensfaciliteit, sanering, via het Centraal Fonds. Zekerheidsstelsel, het stelsel van corporaties, kent een zomaardige vorm van zekerheid dat er vanuit mag worden gegaan dat corporaties niet failliet gaan. En in dat kader heeft de heer Rink begin december, toen er behoorlijk wat hectiek op de kapitaalmarkten was, geprobeerd om rust te maken in die markt, om het overleg met die banken te kunnen voeren. Dat zeggen, uiteindelijk, at the end of the day, even in goed Nederlands, gaat uw corporatie niet failliet. Met andere woorden, er komt liquiditeitssteun voor die corporaties die dat nodig hebben. Daarmee zegt hij dan toch ook tegen de banken, u kunt onbeperkt doorgaan, want er wordt altijd wel weer geborgd. Dat is eigenlijk wat er in het stelsel altijd al tegen banken gezegd is. Ofwel, u valt onder de borging, en dan weet u zeker dat u via de borging rente en aflossing terugkrijgt, dan wel via de saneringssteun gaan corporaties niet failliet. Dus de omgeving van een corporatie, en dat heeft denk ik de commissie Hoekstra ook geagendeerd, zit als het ware gevangen in een zekerheid geven naar derden, de financiers, sorry. En tegelijkertijd kan er gedrag ontstaan door corporaties of door banken. Ja, uiteindelijk wordt de rekening toch wel betaald. Daar zit spanning tussen. Dus in het enerzijds willen zekerheid geven aan partijen. En aan de andere kant kan die zekerheid ook tot, laten we zeggen, ander gedrag of misschien wel ongewenst gedrag leiden. Dat zit in het stelsel. Ja,
dat zou dan ook kunnen reflecteren op het gedrag van het WSW, hè, al die tijd. Van, het is niet helemaal zo, we laten het lekker doorlopen. Nee, want uiteindelijk heeft het WSW gezegd, of niet uiteindelijk, het WSW heeft als beleid, wij staan borg voor renteaflossing en wij willen nooit op die borg worden aangesproken. Dus onze risicobeheersing is er altijd op gericht om niet op die borgstelling te worden aangesproken. En in al die jaren is het WSW ook niet op die borgstelling aangesproken. Nee, maar daarom borgde u wel liquiditeitstekorten die samenhingen met derivaten. Nee, ik wil het onderscheid maken tussen het fenomeen van liquiditeitstekorten kunnen borgen en de oorzaak van liquiditeitstekorten. In de tijdelijke regeling per 1 januari 2011 is dat nog eens expliciet in ons reglement van deelneming bevestigd. Er zijn 5 vastgoedcategorieën die met WSW-borging gefinancierd kunnen worden. En er is 1 categorie, tijdelijke liquiditeitstekorten, ongeacht de oorzaak, die door het WSW geborgd kunnen worden. En daarmee probeer je, zowel als WSW als uit overheid, te voorkomen dat een corporatie failliet zou gaan enkel op liquiditeitsproblemen. Woonbron is daar denk ik ook nog een sterk voorbeeld van. Daarnaast, op het moment dat het niet liquiditeitsproblemen blijken te zijn, maar structurele problemen, dus ook vermogensproblemen, dan is er een andere weg, namelijk de sanering van het Centraal Fonds. Maar kijk, als ik die brief lees van meneer Rink, staat er gewoon in waarborgen de liquiditeitstekorten als er bijgestort moet worden. Dat staat er gewoon in. Het woord tijdelijk staat er niet in. Dus volgens mij is dat een structurele situatie. De facto borg je dan toch ook het onderliggende derivaat. Want wat er ook een zekerheden bij moet, ja, maar WSW komt met de handtekening. Ja, dat is weet natuurlijk bij Vestia zeker gebeurd. Dat er waren in onze visie augustus 2011, september 2011 zulke liquiditeitstekorten. Dat ik gebruik moest gaan maken om Vestia overeind te houden van die 6e bepaling in het reglement van deelneming. Dus een liquiditeitstekort. Ja, dat de oorzaak in de derivaten zat, dat was ons inmiddels wel goed duidelijk. Maar of de oorzaak nou bij een boot zit of bij een campusproject. Het gaat om het fenomeen van een tijdelijk liquiditeitstekort. Daar heeft het WSW een faciliteit voor. Alleen het WSW mag alleen maar van die faciliteit gebruik maken als dat onder nadere voorwaarden gaat en een overleg met de achtervangers. En dat is gebeurd. Ja. Maar het stelsel, nogmaals, ik zie uw verbazing misschien. Het stelsel is erop gericht dat corporaties niet failliet gaan. En dat weet dan iedereen. Goed, meneer Van der Post, we gaan even door naar de heer Rink. In het begin had je veel raamovereenkomsten, die zogenaamde ISDA's, Master Agreements, op basis van corporaties allerlei derivatencontracten konden afsluiten. Die gingen, hebben wij van veel partijen hier gehoord, die Master Agreements ook naar het WSW, om daar gecheckt te worden. Welke afspraken had u met de heer Rink, hoe hij daar naar moest kijken in dat goedkeuringsbeleid? Mag ik even een aanloop nemen, want welke afspraken ik met de heer Rink gemaakt heb? Zeker. Kom in de tijd. Ik ga even terug naar december 2008, waarbij die rentedaling plaatsvindt, waarbij we verrast werden door de effecten daarvan, waarbij veel corporaties in directe liquiditeitsproblemen kwamen, overigens Vestia op dat moment niet. De heer Rink schrijft de brief naar ABN AMRO om rust te krijgen in de markt. Dat is gelukt, er zijn geen calls geweest, we hebben dat kunnen sussen. En als vervolg daarvan heeft het WSW samen met corporaties en banken overleg gevoerd, moeten we dan toch niet iets regelen over het gebruik van derivaten. En toen zijn we als het ware de boer opgegaan met de mogelijke aanpak om derivaten onder borging te krijgen. Dat betekent dat je dan ook zicht moet krijgen van, en waar gaat het hier nou eigenlijk over? Welke producten zijn er precies? Dus we hebben ons als WSW op het standpunt gesteld, en de heer Rink heeft dat uitgevoerd. Het is verstandig dat we overleg hebben met partijen die derivaatproducten aanbieden, om daar vroegtijdig overleg mee te hebben. Dat we weten wat er gebeurt in de markt en dat we weten welke producten er zijn. Dus wat dat betreft heeft de heer Rink zich, laten we zeggen, ontvankelijk getoond voor banken die met productenontwikkelingen bezig waren. En die wilden weten hoe wij tegen producten aankeken. Maar onder welke voorwaarden mocht hij die ISDA's goedkeuren, Rink? Nou, de ISDA is een standaard overeenkomst. En uiteindelijk pas je een specifiek derivaatproduct pas je dan toe in een master agreement ISDA. Dus wat Rink in mijn ogen gedaan heeft, is veel meer even die technische kant, die productanalyse, dan die feitelijke overeenkomsten kant. Heeft ook weinig zin om je daar druk op te maken, want uiteindelijk is het de bank en de corporatie die een feitelijke contract aangaan. Dat gebeurt daar. Je kan wel zeggen, ik wil dat nu zien. We hebben daar gezegd, gebruik standaard contracten en pas die goed toe. Dus ik heb de Rink ruimte gegeven om overleg met banken te hebben
over derivaten en derivaatproducten, om daar kennis van te krijgen, om te kijken of je, ik praat over de eerste helft 2009, om te kijken of je iets van een faciliteit zou kunnen doen om derivaten te borgen en de risico's beter in kaart te brengen. Wij hoorden van meneer Rink dat tot de komst van mevrouw Muñoz, kom ik daar ook nog even op, het gebruik was dat derivaten goed dan wel afgekeurd werden door het WSW. Had u met meneer Rink afspraken over hoe hij dat moest aanpakken, het goedkeuren van die derivatenproducten? Ja, ik denk dat dat we moeten constateren dat wij daar in die periode iets niet goed gedaan hebben als WSW. Namelijk, zowel in handelen als in denkwijze de indruk wekken dat wij producten echt goedkeurden. Dat was niet mijn intentie vanuit het beleid van het WSW om een positie te gaan innemen om derivaatproducten feitelijk te beoordelen en goed of af te keuren. De eerste intentie was, laten we weten wat er in de markt gebeurt. Ik wil kennis hebben over de derivatenproducten. Wat dat geleid heeft in het contact van meneer Rink met de banken, dat er voor sommige producten daadwerkelijk vanuit zijn kant goedkeuringen werden verstrekt, dat heeft mij verbaasd. Dat was niet mijn intentie dat dat zover zou gaan. We hebben ook producten beoordeeld, daar hebben we geen uitspraak over gedaan, over goed of slecht of wat dan ook. En we hebben altijd in die contacten met de banken te proberen te benadrukken. Al zouden wij iets van zo'n product vinden, dan nog heeft de bank de zorgplicht in de transactiekant tussen bank en corporatie. Maar er was een productacceptatieprocedure, begrepen wij? Er is een productacceptatieprocedure voor de geborgde leningen. Dus dan krijg ik als bestuur een leningvariant voor, van kunnen we dat wel of niet doen? Daar is een format voor gemaakt. Die was er niet voor derivatenproducten? Nee, want die borgen we niet. Dus ik hoefde ook niet iets te accepteren om tot borging over te gaan. Begin 2009 zeiden we, in die zoektocht naar mogelijke facilitering van derivaten, nou dan zou het wel eens verstandig kunnen zijn om ook een productacceptatieprocedure te maken voor derivaten. Want dan gaan we dat op dezelfde manier doen als we op een geborgde lening doen. Dat was onze aanpak. Alleen die aanpak die bleek in de markt niet zo gewenst te zijn. Dus halverwege 2009 zijn we met deze aanpak gestopt. En toen denk ik, ik gaf al net aan dat we daar niet duidelijk in zijn geweest. Toen hadden we eigenlijk duidelijker naar die kapitaalmarkt, naar de partijen moeten communiceren. Als je met ons praat als WSW over producten, dan zijn wij geïnteresseerd in de inhoud. Maar eigenlijk gaan we geen goed of slecht zeggen. En dat hebben we denk ik niet goed gecommuniceerd. Waardoor die verwarring over keurt het WSW nou wel of niet producten goed. Nou, goed dat u dat toegeeft dat het niet goed ging. Maar evenwel precies naar de feiten, meneer Van der Post. De heer Rink zegt hier onder Ede van, wij keurden expliciet die producten wel of niet goed. Hij zegt ook, mevrouw Muñoz kwam en die zei, dat is geen goed verhaal. Klopt. En Rink zegt, toen zijn we ermee gestopt. Ja. U zegt, we hebben geen productacceptatieprocedure voor dat spul, want het werd officieel niet geborgd. Maar dat neemt niet weg. Als ik geen formele productacceptatieprocedure heb vastgesteld als bestuur, dat toch in de praktijk de heer Rink met zijn afdelingen producten beoordeeld heeft. Naar eer en geweten gezegd heeft van, nou, dit product zou wel of niet kunnen. Dus ik ontken niet dat het WSW gecommuniceerd heeft naar sommige banken over sommige producten. En dat dat ook goedgekeurd is. Maar het is niet goedgekeurd op dezelfde manier zoals we bedoeld hadden begin 2009. Dan komt mevrouw Muñoz binnen. Ja. Veel financiële kennis van derivaten. Zij stelt vast dat die productacceptatieprocedure, waarvan hij zegt, die was er formeel niet, maar materieel werkte het dan wel zo. Ja, dat is een goede samenvatting. Akkoord. Zij stelden vast, nee, dat deugt niet, dat moet je zo niet meer doen. Vervolgens komt er een nieuwe beleidslijn van het Waarborgfonds, aldus de heer Rink, om die derivaten dan inderdaad niet meer expliciet goed of af te keuren, maar de risico's op corporatieniveau te monitoren. Herkent u dat? Ja. Dat zo gebeurde? Ja, het was de bedoeling dat we nog steeds kennis en inzicht kregen in de financiële producten die in de markt beschikbaar zijn. Dat we daar zo'n beeld voor wilden vormen, dat we wilden weten hoe dat nou werkt. Zodat we als we bij een corporatie een analyse gingen maken van die derivaatportefeuille, dat wij dan die producten zouden kunnen herkennen en we zouden moeten weten aan welke waarden en risico's we aan die producten zouden moeten toekennen. En de Raad van Commissarissen van het WSW, waren die daarover geïnformeerd over die nieuwe beleidslijn? Nee, die heb ik niet specifiek over deze nieuwe beleidslijn geïnformeerd. Maar waarom niet trouwens? Ja, ik denk dat er op dat moment geen aanleiding was om een verscherping van en een verduidelijking
van je uitvoering, om dat specifiek bij de Raad van Commissarissen te melden. We hebben de Raad van Commissarissen wel geïnformeerd over die derivatentool die we zouden gaan bouwen en ja, die we gebouwd hebben. Kom ik zo nog op. Dat dacht ik ja, al. Maar niet over de specifiek dit punt, begin 2011 als ik het goed heb. Dan nog even een vraag op dit punt. In het overleg met het ministerie en het Centraal Fonds op 9 december 2011, dat ging over die productacceptatieprocedure voor derivaten. Wat doelde u toen op? Want toen had u het er wel over in dat overleg. Nou ja, het blijft de zoektocht of je die derivaten wel of niet als een faciliteit wil zien als WSW. Dus er zit wel een analyse van producten achter. En dat zou kunnen leiden tot een productacceptatieperiode, procedure, conform zoals ook voor de geboorte leningen hadden. Dus het feit dat u het er toen over had, december 2011, wil niet zeggen dat die inmiddels weer de beleidslijn niet meer had gewijzigd. Nee, dus het zoeken naar gedacht, hoe moeten we met die derivaten omgaan? Ook in aanloop naar, laten we zeggen, de ministeriële regeling derivaten die in, geloof ik, augustus 2012. Want ook dan moet je weten hoe je ermee omgaat. Ja, u zei net al, dat hebben we niet goed gedaan, maar ik was even in verwarring hoe dat nu allemaal werkt, formeel niet, materieel wel. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen in de was zijn komen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Meneer Bashir, nog op dit punt. En meneer Van der Post, u zegt dat u verrast was door de effecten van de rentedaling in 2008. Ja. Moest er nou een rentedaling komen voordat het WSW begreep wat nou de gevolgen van al die derivatenproducten waren die WSW jarenlang heeft goedgekeurd? Ja, dan maak ik toch even een opmerking om wat het woord goedkeuren. Want we hebben niet alle producten goedgekeurd. We hebben ook niet alle producten voorgelegd gegeven. We hebben over bepaalde producten, heeft de heer Rink een goedkeuring gegeven, maar niet over alle producten. Dat betekent, want ook niet alle banken kwamen langs met alle producten. Dus dat betekent dat de samenstelling van een derivaatportefeuille en de mogelijke liquiditeitseffecten van die rentedaling waren voor ons op dat moment een verrassing, dat zo heftig zou kunnen zijn. Dat was ook voor veel corporatiedirecteuren, zeker financieel directeuren, een verrassing. Die wisten dat ook zelf niet. Dus hadden wij gevraagd naar een directeur, goh, wat zijn de risico's? Dan had hij gezegd, nou, die heb ik misschien niet, of ik ken ze niet. Maar voor ons was het een verrassing hoe heftig het in 2008 ineens kon zijn eigenlijk. Maar dit was toch niet nieuw? Nee, het was niet nieuw. Want in 1994 is er ook een scherpe rentedaling geweest. Ja, maar de verrassing zat erin wat voor liquiditeitseffect dat gelijk kon hebben. Dus wij waren niet verrast dat er een liquiditeitsrisico zich voordeed. Wij waren verrast over de mate waarin die rentedaling 4 december 2008... tot zulke grote liquiditeitsrisico's bij corporaties zou kunnen leiden. Maar het fenomeen op zich was geen verrassing. Maar dan nog eens naar de heer Rink zelf toe. Hè. U zegt van, we keurden niet alles goed, maar de heer De Vries was hier. De agenten van de banken waren hier en die zeiden dat WSW alles goedkeurde wat aan hun werd voorgelegd. Maar u zegt, wij hebben niet alles goedgekeurd, dat heeft ook de heer De Rink gezegd. Maar dan is mijn vraag aan u, heeft de heer Rink iets gedaan wat niet mocht? Namelijk producten goed of afkeuren? Nou, ik denk dat de heer Rink zeer, zeer dienstbaar aan corporaties en banken is geweest. En daar een uitspraak gedaan heeft vanuit hoofden van zijn functie. Waarvan ik nu zeg, nou, ik had misschien sterker tegen Martijn Rink moeten zeggen dat hij dat streepje juist niet over mocht gaan. Dat is precies wat ik zei. Daar zijn wij waarschijnlijk onduidelijk over geweest. Vandaar dat we in begin 2011 dat teruggedraaid hebben. Die uitspraak, die doen we niet meer over individuele producten. Als de heer De Vries zegt dat alle producten die Vestia gebruikt zijn, goedgekeurd door het WSW. Alle producten die voorgelegd zijn aan het Waarborgfonds? Vestia heeft producten laten voorleggen door de banken en die zitten precies in dat proces waar u verwijst naar de heer Rink. En tegelijkertijd hebben we in dat proces, heeft Rink altijd denk ik terecht gewezen op de zorgplicht van de banken. Het overleg met de WSW ontheft de bank niet van zijn zorgplicht. Nee, maar op het moment dat ze goedgekeurd worden, dan als de heer De Rink terugmailt, want we hebben die mails ook gezien allemaal. Als de heer De Rink namens het Waarborgfonds aan banken mailt van de producten zijn goedgekeurd, mits u zorgplicht hanteert, dan is dat toch gewoon een blanco check. Waarvoor? Een blanco check waarvoor? Dat die producten mogen afgesloten worden. Ja, en dan gaan we een discussie krijgen. Wie is verantwoordelijk voor die transactie? Als wij een product goedkeuren, nemen we geen directe verantwoordelijkheid voor de transactie.
die met dat derivaat plaatsvindt. Dat blijft, en daarom hamer ik op de zorgplicht van de banken, dat blijft de verantwoordelijkheid van de corporatie, in dit geval de heer De Vries zelf, dan wel de heer Staal, en de bank. Voorzitter. Meneer Mulder heeft ook nog eventjes een vraag. Ik kan het niet zien, maar ik val bijna van mijn stoel. De heer Rink keurt producten goed. Eigenlijk mocht hij dat niet van u? Nee, ik heb nooit gezegd dat hij dat niet zou mogen. Maar het vindt onwenselijk en het geeft dus onduidelijkheid in de markt. Volgens mij was hij nog niet klaar. Even dat uitspreken. Nee, ik begrijp wel dat u wil reageren. Onwenselijk. Ja. Hij doet het toch. Met name Deutsche Bank. Die beroept zich daar ook op. En die zet vervolgens Vestia vol met die derivaten. Dat is toch wel een hele dure fout van de heer Rink? Ik vind het een dure fout van de heer De Vries die contracten afsluit. Dus niet van de heer Rink. Die had het toch... U was erover verbaasd dat hij het goedgekeurd. Hij doet dat. Ik vind dat onhandig, maar ik vind het niet een argument om dan te zeggen dat de fout zit bij die goedkeuring van het product. De fout zit bij de transactie die met dat product gedaan is. Dus uiteindelijk zegt u, ik was verbaasd over de heer Rink, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de bank. Maar het is toch zo dat omdat de heer Rink dat product goedkeurt, iedereen ervan uitgaat dat mag, ook Deutsche Bank, en dat daarmee... Door het goedkeuren van de heer Rink, de sluis is opengezet voor al die producten, rotzooi, zoals hier gisteren werd gezegd, van Deutsche Bank, waarmee vervolgens Vestia werd gelaten. Maar nogmaals, dat is toch een dure fout? Of vindt u ik begrijp dat de goedkeuring door Rink in e-mail afgegeven met de toevoeging van de zorgplichtkant, dat een gelegenheid geeft om van de bank, of met de bank en de corporatie, om met elkaar in overleg te gaan. Gaan wij die transactie doen? Maar de mate waarin die transactie doet en de risico's die corporatie daarmee loopt, dat moet u toch echt, is zijn eigen verantwoordelijkheid. En daarom, en dat is ook precies naar de situatie waar ik terug wilde toen we in 2011 onze communicatie daarover gingen wijzen. Wij gaan geen producten meer goed of afkeuren. Wij willen dat juist voor 100% verantwoordelijkheid laten zien tussen bank en corporatie. Anders komen we daartussen te zitten en die positie wil ik juist niet hebben. Meneer Van der Post, we gaan... Nog even met u verder naar Vestia. De marktwaarde blijkt uit het jaarverslag van 2008. Ultimo 2008 was de marktwaarde van de derivatenportefeuille van Vestia minus 762 miljoen. Dat betekent dat die in een jaar tijd met zo'n 800 miljoen in waarde is verminderd. Dat lijkt ons heel erg veel in relatie tot alleen al de huurinkomsten van Vestia in dat hele jaar. Dat was zo'n 360 miljoen euro. Was u zelf verontrust over het jaarverslag 2008 van Vestia? Ja. En toen? Wat? Nou ja, verontrust omdat daar in stond wat we eigenlijk al ervaren hadden in die maand zelf. Hè. Dus een jaarverslag is toch een weergave van de dingen achteraf. Maar het maakt ons wel verontrust. We hebben ook kunnen constateren dat van al die corporaties die eind 2008, begin 2009 in liquiditeitsproblemen kwamen, Vestia de enige was die daarop gerekend had en aan zijn verplichtingen konden voldoen. De brief van Rink is teruggehaald juist om rust te maken voor de corporaties die niet konden betalen. Er zijn toen bezig geweest om die corporaties eerst te ondersteunen en te helpen. En toen zijn we weer teruggegaan naar geval Vestia. Namelijk, wacht even, daar is natuurlijk ook een groot probleem. En hebben we begin 2009 in het kader van de jaarlijkse herbeoordeling tegen Vestia gezegd, ik zou wel heel erg graag inzicht willen hebben in je totale derivatenportefeuille. Waren er andere partijen die u wezen op dat jaarverslag? Nee, dat hoefde niet. Nee. Wij ontvangen het jaarverslag altijd zelf. En ook in het kader van de voorbereidingen van de herbeoordeling vragen we ook conceptjaarverslagen alvast op om aan de gang te kunnen. Maar die informatie daaruit, dat die wel eens negatief zou kunnen zijn over de positie van Vestia, dat had u zelf, ik kon u beoordelen, hoefde niemand anders u op te wezen. Nou, we hadden meegemaakt wat het risico was voor Vestia. We hebben meegemaakt dat ze het zelf konden opvangen. En we gingen toen naar de herbeoordeling 2009 toe, naar de jaarlijkse herbeoordeling. En toen hebben we gezegd, ja, wat we nou zien, ook in je jaarverslag, ook nou zien wat er gebeurd is, willen wij graag inzicht hebben in je derivaatportefeuille. Vestia had eind 2008 dus toch behoorlijke problemen vanwege die scherpe rentedaling. Uiteindelijk, als er dan naar banken bijbetaald moest worden, et cetera, kwam Vestia op dat ogenblik niet in acute financiële nood. Want ze hadden nog een bak huurdercenten op de plank liggen om dat allemaal te voldoen.
Maar het Waarborgfonds, dat schreef natuurlijk wel voor dat corporaties liquide middelen die ze hebben moeten gebruiken voor investeringen. Niet voor een reservering, omdat je misschien bij een bank tegen een storting aanloopt. Was u zich nou in die periode 2008-2009 bewust van dat dilemma? Nou ja, in 2009 hebben we dat geagendeerd. We hebben in 2005 een brief gestuurd aan Vestia. Er mag geen geborgd geld worden ingezet voor de margin calls, voor de liquiditeitsrisico's. Dat mag niet. We zien het... Wanneer? 2005. 2005? Ja. We hebben geconstateerd dat Vestia met die liquide middelen die ze hadden hun brand geblust hebben. Alleen we hebben gezegd, ja, je hebt voor een deel wel verkeerd bluswater gebruikt, want dat zijn geborgde euro's en die zijn niet bedoeld voor het afdekken van je margin calls risico's. Dus we moeten stevig met elkaar praten. Ik wil die derivaatportefeuille weten en ik wil even kijken hoe die pot van liquide middelen die je hebt, hoe dat nou precies is samengesteld en hoeveel daarvan geborgd geld is. Dat is een discussie die is in voorjaar 2009 gestart met Vestia, juist over de besteding van die geborgde euro die niet bedoeld is voor de margin calls. Ja, maar daarna Vestia gaat door met opbouwen, derivaten, et cetera. Staat u daarna nou wel of niet toe dat geborgd geld voor die bijstandsverplichtingen wordt gebruikt? Daar staan we niet toe. In die periode ook na 2009 niet? Nee. Dat staan we gewoon niet toe. Kun je dat toelichten waaruit dat dan hard gemaakt moet worden? Want... Nou ja, dat staan we niet toe, omdat ik het overleg met de heer Staal, voor zover je daar overleg mee kan hebben, ben begonnen van dit mag niet, dus die liquiditeitsportefeuille die je daar hebt, die moet afgebouwd worden. Die afspraak hebben, dat kent u, in april 2010 nog eens hard op papier gezet. Maar de aanloop, het begin daarvan, zat in begin 2009, toen wij geconstateerd hadden dat in december zij inderdaad geborgd geld gebruikt hadden. En ik ben wel blij, nou, dat klinkt misschien een raar woord, maar ik was er gerust op dat Vestia aan zijn verplichtingen kon voldoen. Maar ik was er niet blij mee dat ze daarvoor een deel geborgd geld gebruikt hebben. En die discussie zijn we met Vestia aangegaan. En de eerste stap was, ik wil je derivaatportefeuille kennen. Ik wil weten wat daar gebeurt. Maar tot ver in 2011 is er borgingsfaciliteit geboden aan Vestia? Nou, dat is in fase gegaan. Als ik het tijdpad mag schetsen van begin 2009, hebben wij in de herbeoordeling gezegd, die derivaatportefeuille die moet op tafel, anders krijg je geen borging. Toen heeft de heer Staal gezegd, ik ben het met die voorwaarden niet eens. Ik wil de heer Van der Post spreken. Nou, dat kan. Dus ik ben 4 augustus 2009 ten kantoren van Vestia in gesprek gegaan met de heer Staal. Ik heb gezegd, op het moment dat jij faciliteringsvolume borging wil krijgen van het WSW, moeten wij inzicht hebben in de derivaten. Ik kreeg daar een zeer geruststellend verhaal dat het allemaal goed was, dat er niks was om je druk over te maken. Ik zei, nou, daar wil ik dan wel graag het bewijs van hebben. Toen zei de heer Staal, ik heb een prachtig rapport liggen van Deloitte. Als je dat nou leest, dan zie je dat het hier allemaal goed geregeld is. Nou, dat is het bekende drie pagina Deloitte verhaal. Dat hebben wij geanalyseerd. Dat was een beetje geruststellend, omdat de conclusie was, er zit een hedge tussen de derivaatportefeuille en de leningen. En er wordt via Cospes hedging accounting wordt daar verantwoording over afgelegd. Maar het was niet de informatie die ik wilde hebben. Dat was weer soebat te trekken duwen. Totdat wij in oktober 2009 een overzicht kregen van de derivaten van Vestia. Dat was een behoorlijk overzicht. Daar hebben wij een extern bureau voor ingeschakeld om daar snel eens naar te kunnen kijken wat daar nou allemaal in zit. Dat bureau heeft een rapport opgeleverd. Ja, dat is AAA Risk Finance, daar kom ik zo op. Ja. En meneer Bashir komt straks nog bij u terug op die borging in de periode daarna. Ik wil even nog met u door op dat borgen van derivaten. Het Waarborgfonds heeft dat ook altijd gesteld. We borgen geen derivaten, dat zeggen die net zelf ook. Ja. In de loop van 2009 komt het Waarborgfonds wel met de swap-faciliteit, waarmee corporaties uiteindelijk met geborgd geld wel kunnen voldoen aan een bijstandsverplichting. Mm, nee, dus mijn vraag is, borgen jullie daarmee dan niet indirect dan toch weer de derivaten? De swapfaciliteit, dat discussie in 2009 die ik u net schetste, heeft niet geleid tot een swapfaciliteit dat automatisch een liquiditeitstekort onder de reguliere borging van het WSW zou vallen. Dat is niet een faciliteit, die is niet gerealiseerd. Omdat die niet gerealiseerd is, zijn wij gaan werken met, ja wacht even, we weten toch dat er derivaten gebruikt worden. Dus wij zijn gaan werken met een swap limiet. Wij zijn gaan berekenen, wat is de ruimte bij een corporatie die wij hebben om op basis van die liquiditeitstekorten
een corporatie te kunnen ondersteunen. En of dat dan een volume is wat nodig is voor een mislukt vastgoedproject of dat het voor derivaten is. Ons ging het erom een limiet te stellen, duidelijk te maken naar corporatie. Hier zit de grens van de borging die je bij het WSW kan krijgen. Dat ze dat weten van tevoren als ze hun contracten afsluiten en ook derivaatcontracten afsluiten. Dus er is geen swapfaciliteit gerealiseerd. Meneer Van der Post, in 2009 ziet onze commissie dat er intern binnen het WSW, binnen uw organisatie, toch discussie plaatsvindt over die risicobeoordeling van Vestia. Ook de risk manager, risicomanager, die wil meer inzicht in die derivatenportefeuille van Vestia. Vervolgens komt dat externe bureau waar we het net over hadden, AAA Risk Finance, in uw opdracht, die komt eraan te pas. En zij beoordelen de gegevens die aangeleverd zijn door Vestia. Maar ze blijven wel met heel veel vragen zitten en daar komt geen geruststelling uit. Maar wat wij zien is dat daar niks mee gebeurt. Dan wordt er niet doorgepakt op dat rapport. Waarom niet? Nou, dat is niet helemaal mijn interpretatiebeleving. Omdat het rapport wel geleid heeft tot een verdere discussie met Vestia. En Vestia in het najaar van 2009, en dan krijgen we een andere doorzaakvariant, voor een bedrag van 630 miljoen derivaatwerking heeft laten doorzakken in de leningportefeuille, waardoor als effect het liquiditeitsrisico verbeterde en de marktwaarde werd aangepast. Dus ik koppel dat wel aan elkaar in de zin van Vestia werd zich bewust van de liquiditeitsrisico's. Vestia wist en weet dat het WSW dat niet borgt. Dus Vestia heeft daar op zich al een actie ondernomen om hun risico's daar in de derivaatportefeuille terug te brengen. Ik maak via een omweg, kom ik bij AAA Risk Finance, want in 2009, althans heeft u dat rapport wel gedeeld met het CFV van AAA Risk Finance? Eerlijk gezegd, op dat moment weet ik dat niet. Of het rapport gedeeld is, dan wel dat we er meegedeeld hebben dat we ermee bezig zijn, dat heb ik even niet scherp. En in 2009 komt een derivatentool bij WSW om de risico's van die bijstandsverplichtingen te kunnen monitoren. Dat wordt bij het WSW ontwikkeld. Maar we constateren dat slechts zeer gedeeltelijk lukt, want die tool kan alleen de allersimpelste standaarderivaten aan. Uit het rapport van AAA Risk Finance staat dat ook allemaal heel expliciet in. Heel letterlijk dat bij index swaps en constant maturity swaps is de waardering complex. En in de meeste gevallen zijn daarvoor modellen vereist die alleen banken en zeer gespecialiseerde partijen voorhanden hebben. Overige producten zijn niet eens analyseerbaar, omdat er alleen een naam bekend is. Dus dat rapport dat laat zien van die informatie van Vestia, dat is belangenaar niet compleet. En dat past verder ook niet in het tool. Hoe kan dat nou? Wat zegt dat over het expertise-niveau bij het WSW? Nou, dat net als voor iedereen, derivaten soms een hele complexe en ingewikkelde materie zijn. Dat je dat stapsgewijs gaat opbouwen, dat je al blij bent als je de normale producten in een tool krijgt om die berekening te gaan doen. En dat we worstelden met de vraag hoe we de complexe producten moesten gaan inschatten en konden we die wel of niet in die tool gaan onderbrengen. Dat is nogal een worsteling geweest. En ik heb ook uit de verhoren hier weer begrepen dat ook voor de experts dat nog eens heel lastig is om daar uiteindelijk die waardering op los te laten. Dat is voor ons ook heel lastig. Dat blijft heel lastig en dit is ook voor de corporatie dus heel lastig. Goed, meneer Van der Post, we gaan een sanitaire stop maken. Ik schors deze vergadering voor 10 minuten. Ja.
Verzoek de griffier de getuigen weer binnen te leiden. Ik heropen deze vergadering. Het woord is aan collega Bashir. Meneer Van der Post, binnen het Waarborgfonds was er een borgingscommissie. En daarin werd vergaderd over hoeveel faciliteringsvolume voor woningcoöperaties beschikbaar werd gesteld. De leden van de borgingscommissie bespraken samen met elkaar van wat nou uiteindelijk de volume zou zijn. En u nam uiteindelijk de besluiten. Klopt dat? Ja, als bestuurder neem ik de besluiten. Ja. Kunt u aan ons globaal uitleggen hoe de besluiten in de borgingscommissie tot stand kwamen? Ten eerste hadden we een borgingscharter gemaakt die bepaalde welke corporaties in de borgingscommissie besproken moesten worden. Dat kon te maken met het feit dat ze aandachtscorporatie genoemd zijn. Had ook te maken met de omvang van de leningportefeuille op zich of de omvang van de corporatie. Had misschien ook te maken met de omvang van het faciliteringsvolume. Nou, dat zijn corporaties die moeten via de borgingscommissie. Dat betekent dat er een kredietvoorstel door accountmanagement is gemaakt. Dat werd ingebracht dat stuk. Dat werd van commentaar voorzien door riskmanagement. Dus we hadden daar twee input, als dat een goed woord is. En aanwezig was ook altijd de teammanager kapitaalmarkt en de teammanager beleid. Om tot een, laten we zeggen, geheel afgewogen mening te kunnen komen over wel of niet kredietwaardig, wel of niet faciliteringsvolume geven, onder welke voorwaarden. En de meeste discussie binnen de borgingscommissie ging over dat laatste punt. Wel of niet faciliteringsvolume gelimiteerd geclaimd en onder welke voorwaarden. Ja, dus als er een faciliteringsvolume beschikbaar werd gesteld, dan kon de corporatie net zoveel als het volume leningen laten borgen door het Waarborgfonds. Dan kreeg de betrokken corporatie van ons een, als het om de kredietwaardigheid ging, een verklaring dat de corporatie gebruik kon maken van de faciliteiten van het WSW als ze aan de overige voorwaarden bleven voldoen. En dan zat er een berekening bij op basis van die kaststroomprognose, ja, plussen en minnen, welk faciliteringsvolume ter beschikking werd gesteld en of dat voor 1, 2 of 3 jaar. Ja, en, dan, en met die verklaring kon en kan de corporatie de kapitaalmarkt op en op gunstige momenten zijn financiering regelen voor die projecten die in die kaststroomprognose zitten. Dan nu concreter naar de casus Vestia. Kunt u voor ons beschrijven hoe de discussie over de volume, de faciliteringsvolume voor Vestia ging? En dan met name in 2010? In 2010 was er nogal een behoorlijke worsteling voor het WSW hoe met Vestia om te gaan. We hadden dus gezien dat Vestia op zich de derivaatproblemen kon opvangen. We hebben gezien dat dat voor een deel met geborgd geld is gebeurd. Dus we zaten met de vraag, hoe gaan we met Vestia om? Er is geen twijfel over de volkshuisvestelijke prestaties van Vestia. Daar zat het er niet in. Het zat in de vraag, hoe kunnen wij nou Vestia zover krijgen dat we niet willen frustreren dat ze volkshuisvestelijk blijven presteren, maar tegelijkertijd toch even op onze strepen gaan staan om zo min mogelijk faciliteringsvolume vrij te geven. Want ze hebben al faciliteringsvolume uit voorgaande jaren. Dat staat op de bank. Dus eigenlijk is de discussie binnen de borgingscommissie gegaan over de bestedingsvraag van Vestia en minder over de risicovraag. Ja, want even concreet, het bedrag wat eigenlijk ze konden krijgen was 2,2 miljard. Maar dat is door al die verrekeningen die u net noemde teruggebracht naar 1,17 miljard. Kunt u ook uitleggen van waarom u van het advies van de riskmanager afgeweken hebt? Want de riskmanager die had gekeken naar de informatievoorziening van Vestia. En die concludeerde dat Vestia de stukken niet aanleverde. Dus die zei van heeft we moeten geen faciliteringsvolume beschikbaar stellen. En toch heeft u besloten. Er heeft een discussie plaatsgevonden tussen risk, beleid, kapitaalmarkt en accountmanagement. Hoe moeten we dat doen?
Uiteindelijk hebben we de weg gekozen die we gekozen hebben om het vrijgeven onder voorwaarden. En daar is Risk mee akkoord gegaan. Maar Risk Manager die heeft geadviseerd dat het faciliteringsvolume nul moest zijn. Mm-hmm. En u zei net van ja, ik was degene die, uiteindelijk de beslissingen nam. Ja. Dus u hebt besloten om het faciliteringsvolume toch op 1,1 miljard afgerond te zetten. En dan is mijn vraag niet van of uiteindelijk Risk Manager akkoord gegaan is, maar waarom u van dat advies hebt afgeweken. Omdat wij in de borgenscommissie die totaal afweging maakten dat wat we doen, en daar werd natuurlijk dus door Vestia stevig op gehamerd over hun volkshuisvestelijk presteren. Dus wij zochten een weg om de duimschroeven naar Vestia aan te halen als het gaat over die bestedingskant. Niet te frustreren als het gaat om hun volkshuisvestelijk presteren, want in die 1,1 miljard zit heel veel herfinancieringsvolume. Ja, dat moeten we toch eigenlijk al doen. Als je daar nee tegen zegt, dan gaat het daar fout. Dus daar zit een groot volume herfinanciering in. En we hebben binnen de borgenscommissie die op advies en het kredietvoorstel van accountmanagement met de reactie van de riskmanager, maar in aanwezigheid van zijn teammanager, hebben we dit besluit genomen. En dat is mijn verantwoordelijkheid om dat besluit te nemen. Ja, dus, maar dan is mij niet duidelijk van wat dan daar besproken is, dat u van al die dat aspecten advies die van de riskmanager hebt afgerekend. De risicokant van Vestia, ja. Het gevraagde volume, de beoordeling van ja, wat hebben ze eigenlijk al gehad, welke correctie doen we daarop? Ja, hoe kon u nou de risico zien als de stukken niet werden aangeleverd door Vestia? Nou, we hebben, zoals net gezegd, vlak voor de schorsing, een portefeuille gezien en geanalyseerd door EEE. We hadden een jaarrekening waarin ook zaken over de derivaatportefeuille werden gezegd. We hebben de verklaring van Vestia die zegt, ja, ik ben in staat met deze buffer die ik heb om een 3% rentedaling op te vangen. Dat was voor ons aanleiding en ook voor risk en ook voor account. Om te zeggen, oké, ze hebben ook met de doorzak van 630 miljoen hun les zo'n beetje geleerd over de liquiditeitsrisico's. Dat worden nou beheerst. Dus ja, ze lopen risico. Ja, ze hebben de buffer. Dat we al die afwegingen zijn allemaal afgegaan. En gezegd hebben, nou dan kan het nu, laten we zeggen, we geven faciliteringsvolume vrij, onder de voorwaarde dat ze die beleggingsportefeuille gaan afbouwen. Dat was de uitkomst. Dus u zegt dat u meer zicht had op de risico's die Vestia liep dan de risicomanager die de hele dossier had bekeken? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar u zegt van, hoe komt u dan aan de risicoafweging die u uiteindelijk heeft genomen? Ik geef neer welke argumenten zijn op tafel gekomen binnen de borgingscommissie, ja. Om een besluit te nemen zoals we het genomen hebben. En u heeft gelijk, uiteindelijk is dat mijn besluit. Ja, dan ga ik een stukje verder met u. De bestedingscontrole, hoe verliep die bij Vestia? Die verliep uiterst moeizaam. De toenmalige teammanager Risk heeft nogal wat energie gestoken om boven tafel te krijgen hoe Vestia aan zijn liquide middelen kwam. Waar dat uit voortkwam en wat we konden gaan traceren van ja, maar dat is het volume aan geborgde leningen wat erin zit. Dat was meer dan 1,2 miljard op dat balans totaal. Daar zijn we een behoorlijke tijd bezig geweest, niet altijd in goede samenwerking met Vestia, maar wel doorgezet om te zeggen, onze conclusie is, daar zit 800 miljoen geborgd geld in, dat mag je niet inzetten voor je margin calls. Dat moet nu afgebouwd worden en ingezet worden voor de financieringen van de vastgoed. Ja, u zegt van de riskmanager had problemen met de interpretatie daarvan. Het was even spitten om... Dat kwam doordat er geen gegevens werden aangeleverd. Nee, dat was een discussie waarin Vestia zich op het standpunt stelde. Ik heb ook gewoon eigen middelen uit mijn exploitatie. Dus als mijn huurexploitatie kasgeld oplevert, dan zit dat ook in die liquiditeitsbuffer. Dat is mijn eigen geld. Daar mag jij als WSW niet aankomen. We hebben ook nog geld vanuit de britering staan. Dat hebben we belegd. Dus die beleggingsportefeuille bestond uit verschillende herkomst. En het was nog even puzzelen met Vestia om boven tafel te krijgen. Waar zijn dan die geborgde euro's die je geleend hebt? Waar zijn die nou eigenlijk terechtgekomen? En toen hebben we nogal wat oneenigheid gehad, zou ik maar zeggen. Vestia is uiteindelijk gezegd, nou, er zit dan 700 miljoen geborgd geld in die liquiditeitsbuffer. Wij stonden op het standpunt, volgens mij zijn het er 800. Kunt u dan ook even voor ons nader op ingaan van hoe u zicht had op die liquiditeitsrisico's en de buffers van Vestia? Want u zegt van Vestia zei 700 miljoen, maar ja, dan een ander standpunt. De liquiditeitsbuffer staat op de balans totaal. Daar zie je gewoon liquide middelen staan. Dus dat is de omvang. En de risico's? En welke risico's bedoelt u dan specifiek? De liquiditeitsrisico's.
Ja, die werden door Vestia aangegeven met een negatieve marktwaarde eind 2009, ik dacht min 147. En een redenering van Vestia die wij konden volgen, die zei van ik zie bij een mogelijke rentedaling van 10%, hebben wij aan de buffers die we opgebouwd hebben, hebben we genoeg. Ja, maar dat zei Vestia. En ja. Dan was mijn vraag van hoe hield u zicht op die liquiditeit? Wij zijn afgegaan op de informatie van Vestia op dat moment en de informatie op het jaarverslag. Ja, dus alleen het jaarverslag. De portefeuille zoals we hem eind november hadden aangeleverd. Met al die vragen die er nog zaten, zijn we naar een eindconclusie gegaan. Oké, als dat het is, dan gaan we ons nu concentreren op de bestedingsvraag. Dan halen we een buffer bij Vestia weg. En als zij, ja, dat is natuurlijk een indirecte redenering, als zij minder buffer hebben, ja, dan hebben ze ook minder liquiditeitsopvang en moeten ze in het derivaat ook gaan aanpassen. Ja, dus u zegt, wij keken naar het jaarverslag en de gegevens die eind 2008 zijn aangeleverd. We hebben geen andere gegevens gekregen. Nee, wat we hebben, hadden, hebben we gebruikt om tot deze besluitvorming te komen. Wat ons ook opvalt is dat tussen 2005 en 2010 het volume van de leningen bij Vestia is toegenomen van 2,2 miljard naar 5,1 miljard euro. Terwijl het aantal woningen slechts toegenomen is met 12%. Dus leningen per woning is veel groter geworden dan... Daar zie je dus achteraf het effect terug van als je inleent. Ja. Wat Vestia doet is dan ook inlenen om die liquiditeitsbuffer op te bouwen. Want had u ook zicht op ditzelfde wat ons opgevallen is in die tijd? Nou, wij zien natuurlijk ook de jaarverslagen. Ja. En dus wij zagen dat gebeuren. En toen hebben we gezegd, ja, maar dat kan niet. Je mag dat niet op die manier opbouwen. Dat je een buffer aanhoudt. Dus prima. Het Waarborgfonds heeft geconstateerd dat de schuld per woning is toegenomen. Eigenlijk verdubbeld is bijna. Ja, als u kijkt naar de aanloop naar ons gesprek 15 augustus 2011. Dan doen wij diezelfde constatering. Beste meneer Staal, we moeten nu om de tafel gaan zitten. Want uw schuldenrestand is de afgelopen jaren fors toegenomen. Ja. En u bent met de heer Staal, zegt u, aan tafel gaan zitten. Ja. En wat heeft u daaraan gedaan? Ik ben niet in mijn eentje met de heer Staal aan tafel zitten. We hadden een afspraak gemaakt voor die herbeoordeling 2011, waar we dan inmiddels zitten. Met de mededeling, we hebben onvoldoende informatie over uw derivaatportefeuille. Wij zien onder andere dat gemiddeld schuldrestand oplopen. Wij gaan ons afvragen of de manier waarop Vestia zich financiert en hun financiële model, of dat überhaupt nog in onze borging past. Want wij kunnen die faciliteit niet geven om die liquiditeitsrisico's af te dekken. Dus wij moeten nu met elkaar praten. Hoe dat past. En om te kunnen praten moet ik inzicht hebben in die derivaatportefeuille. Dat was de strekking van het gesprek op 15 augustus 2011. Ja. En waar was dat geld dan naar uw idee heen gegaan? Hè? Uiteindelijk heeft Vestia door de afspraak die we in 2010 gemaakt hebben, in de loop van die jaren een flink deel van de liquiditeitsbuffers daadwerkelijk ingezet voor de financiering en de investering waarvoor het bedoeld is. Zegt u daarmee dat Vestia de schuld per woning heeft zien toenemen doordat er margin calls moesten betaald worden? Het gaat om de bestedingsvraag. Nee, mijn vraag was van tussen 2005 en 2010 is de schuld per woning toegenomen. Ja. En waar is dat geld heen gegaan? Ja, dat is voor een deel eerst in die buffer gezeten en toen is het weer teruggesluist naar waar het voor bedoeld is. Naar de investeringen in de huurwoningen. Wat ons ook opvalt is dat de correcties die nodig zijn om de afwijkende financiële tactieken van Vestia in de modellen van het Waarborgfonds te krijgen steeds ingewikkelder werden. Was het eigenlijk nog wel mogelijk om op een degelijke manier berekeningen te maken van het faciliteringsvolume voor Vestia? Nou, faciliteringsvolume wel natuurlijk. Dat is de kastroomprognose voor de komende 5 jaar. Daar zitten de in- en uitgaven in die te maken met de reguliere exploitatie. En de financiering, dus verkoop, desinvestering, alles zit daarin. Dus om een faciliteringsvolume vast te stellen, dat was geen probleem. Nee. Dat heeft wel een probleem gehad in het begin, maar na de hand niet meer. Ja. Vanaf de zomer van 2010 doet Vestia geen beroep meer op het faciliteringsvolume. Nee. Maar gebruikt de beleggingen, die je net ook aanhaalde, om leningen af te lossen en aan bijstortverplichtingen en margin calls te kunnen voldoen. Heeft u dat ook opgemerkt? Ja, en daar waren we wel tevreden over dat Vestia die afspraak in april 2010 ging nakomen. Dat betekent dat er geborgd geld gaat naar de doelen die ervoor bedacht zijn. Maar hoe heeft u dat opgemerkt? Nou, je ziet natuurlijk de liquiditeitsbuffer teruglopen. Je kent hun leningportefeuille en ze komen geen leningen vragen.
Ja. Nee, maar het is wel bijzonder dat je het op deze manier vertelt. Want in 2010, als dit onderwerp aan de orde is in de borgingscommissie, dan adviseert de riskmanager om geen faciliteringsvolume beschikbaar te stellen omdat er geen informatie aangeleverd wordt. U zegt van ja, we baseerden ons op het jaarverslag en de gegevens die eenmalig in eind 2008 zijn aangeleverd. Dus dan, dan is mijn vraag van ja, hoe kwam dan het waarborgfonds aan die informatie om al dit soort dingen te zien? Nou, wij zien dus de leningportefeuille van Vestia, die kennen wij, want we hebben geborgd. Dus er zijn faciliteringsvolume voor de herfinanciering van die leningen. Is conform de afspraak in april 2010 hebben we dat geborgd. In die afspraak in 2010 zit de door Vestia gewenste zin indien marktomstandigheden dat toelaten. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen dat je niet geforceerd je beleggingsportefeuille gaat afbouwen. Dat levert verlies op. Dus ze gaan dat faseren. Nou, op het moment dat er voor de laatste keer in augustus 2010 nog een borging verstrekt is, heeft het te maken met op dat moment hadden zij niet die voldoende liquide middelen. Ja, dan krijgen ze een borging. En dat was de laatste reguliere borging voor Vestia. Ja. Dan wordt in 2011 inderdaad besloten om geen borging meer mogelijk te maken. Dus faciliteringsvolume wordt op nul gezet. Vooruitlopend op het gesprek wat wij gingen hebben, hebben we het besluit genomen als borgingscommissie. We zetten het eerst maar eens even op nul en dan gaan we het gesprek met Vestia aan. Waarom heeft u die beslissing genomen? Omdat we ook weer zagen dat einde van het jaar de negatieve marktwaarde van die portefeuille aan het oplopen was. En dat hadden wij niet verwacht. Het gedrag van Vestia was zodanig begin 2010. Wij zijn ons bewust van de liquiditeitsrisico's. Wij zullen geen verdere risico's meer gaan nemen. We houden het zoals het nu is, die portefeuille. Dus hadden wij niet verwacht dat we nog eigenlijk aan het eind van het jaar weer een negatieve marktwaarde in de orde van 500-600 miljoen zagen. Dus dat was ook wel een aanleiding om te zeggen, nou, als we nou toch weer beginnen met de herbeoordeling Vestia, laten we het daar eens over hebben. En dat is gebeurd. En kunt u ook ons meenemen in dat gesprek van 15 augustus? Ja, dat doe ik graag eigenlijk. Dan kan ik dat verhaal ook eens vertellen. Dat was geen prettig gesprek. We hadden natuurlijk duidelijk aangekondigd dat onze insteek is faciliteringsvolume op nul. Totdat we zicht hebben op het bedrijfsmodel. Er zaten drie heren tegenover ons. Wevers, Staal en Vries. En mijn eerste indruk bij het gesprek was, het lijkt wel of ze ons niet serieus nemen. Er was bij Vestia helemaal niks aan de hand. We moesten niet zo moeilijk doen. We moesten de afspraak in 2010 gewoon nakomen. We moesten ogenblikkelijk faciliteringsvolume vrijgeven. En natuurlijk, zij hebben een beter zicht en verstand van financiën en zeker van derivaten dan wij. Dus WSW, maak je nou maar geen zorgen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had daarvoor nog eens een keer dat artikel in de Cobouw gelezen, waarin De Vries en Staal uiteendragen hoe goed zij zijn op het gebied van financiën en financiering. Dat maakt ons toch weer wat achterdochtiger of het echt zo is dat daar die expertise en die kennis zit. Dus het gesprek werd een beetje hard tegen hard. Mijn collega teammanager Risk, die zei dus na afloop van het gesprek waar Staal bij was, nou, ze kunnen hier van alles beweren, maar dat faciliteringsvolume blijft gewoon even op nul. Dat ontlokte een vrij, ontlokte wat woede bij de heer Staal, van zo gaan we niet met elkaar om. En mijn collega zei, maar neem je wel duidelijkheid van ons, dat faciliteringsvolume blijft nul. Dus dat was nou niet bepaald een heel prettig gesprek. En als u nou terugkijkt, hè, wat was er nou gebeurd als in 2010 al het advies van de riskmanager was opgevolgd en het advies van de riskmanager is een onderdeel in de totale besluitvorming van het WSW. We hebben toen besloten met de kennis die we toen hadden dat het verantwoord was om in augustus 2010... Ja, maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was, wat zou er zijn gebeurd op het moment dat u al in 2010 het faciliteringsvolume op nul had gezet? Dat vind ik zulke moeilijke vragen als dan vragen. Ik weet in ieder geval één ding zeker, dat we een knallende ruzie van meneer Staal met meneer Staal zouden hebben gehad. Dat weet ik zeker. Wat de afloop inhoudelijk is. En daar wilde u niet aan beginnen, knallende ruzie met de heer Staal? Zegt u? Wilde u niet daaraan beginnen, knallende ruzie met de heer Staal? Nou, liever niet, want ik ben graag hard op de inhoud en zacht op de relatie, om maar zo te zeggen. Maar uiteindelijk in 2010 zag ik geen andere keus om dan maar die confrontatie op die manier aan te gaan. Ja, maar u zegt in 2010... Maar in 2010 hebben we de afweging gemaakt. Ik heb de afweging gemaakt. Ja, om door te gaan. Ja. In de verwachting, en anders had ik ruzie met de heer Staal, zegt u. Nou, in de verwachting dat die derivaatportefeuille nog zou zijn zoals wij hem eind 2009, begin 2010 kenden.
Maar dat is een verwachting, wist het niet. Maar u zei ook van, als ik het wel had gedaan... Er waren geen signalen van Vestia, toen wij met ze in gesprek waren, dat ze nog op grote schaal een uitbreiding van die derivaatportefeuille deden. Dat is voor mij en voor ons als WSW echt een grote schok. Dat toen we die afspraak maakten in 2010 met de afbouw van die beleggingsportefeuille, waardoor je minder buffer hebt voor de risico's uit je derivaatportefeuille, dat je als gevolg daarvan alsnog je derivaatportefeuille gaat uitbreiden en gaat blootstellen aan grote liquiditeitsrisico's. Maar meneer Van der Post, in 2010 besluit u om door te gaan. U zegt van, als ik niet doorgegaan was, dan had ik knallende ruzie gehad met Dirk Staal. De heer Rink, die is ook lid van, of was lid van de borgingscommissie, die was hier gisteren en die zei, de heer Staal heeft een dermate dwingende persoonlijkheid, dat op het moment dat we door waren gegaan, dat dat wellicht ook misschien gevolg had gehad. Ja, ik denk zeker dat ik dan van de heer Staal te horen had gekregen dat hij juridische stappen ging ondernemen. Maar dat heeft was u mijn bang besluit voor de heer Staal? Nee, dat heeft niet mijn besluitvorming in 2010 bepaald. Mijn besluitvorming in 2010 was conform, in mijn beleving conform de afspraak die we in april gemaakt hebben. Deze borging doen we nog en dan zijn we klaar. Meneer Van der Post, even die periode 2005-2010 bij Vestia. We hebben gewoon keiharde gegevens. In al die tijd groeit die woningvoorraad met 12% bij Vestia. De leningenportefeuille, al of niet met variabele rente, gaat van 2,2 naar 5,1 miljard. Even heel gauw, dat is zo'n 230%. Tegen 12% meer woningen. De schuld per woning die verdubbelt op zijn minst. Dus, en u zei net ook zelf tegen collega Bashir, ja, ze hielden buffers aan. Buffers. Nou, een buffer op zich, daar is niks mis mee. Ja, maar ik ben nog niet klaar. Oh, sorry, neem ik niet klaar. Vijf jaar lang bouwen ze dat op dan, die buffers, want de leningenportefeuille die neemt geweldig toe. Al die tijd vond dat plaats onder borging van het WSW. Dus de vraag is nu, u zei daarna ook nog van, ja, die buffers, en wij zien dat het geborgde geld, gaat uiteindelijk naar de doelen waar het voor bedoeld is, want ze gaan met die beleggingen leningen aflossen. Maar er staat dus ook bij het voldoen aan bijstandsverplichtingen op derivaten. Dus hoe kan dat dan? Want dan gebruiken ze toch onder die borging die buffers die ze opbouwen, dus wel voor die derivaten. Ja, dus nogmaals, ik probeer een lijn neer te zetten. Wij hebben geen bezwaar als een corporatie een buffer aanlegt. Wij hebben bezwaar als die buffer bestaat uit geborgd geld, wat dan naar de margin calls gaat. En dat is in 2008, in december, geconstateerd dat een deel van die buffer die ze opgebouwd hebben, naar de besteding van de margin calls ging. Ja, dus u zegt het gaat naar de doelen waarvoor het bedoeld is. U zegt wel de hele tijd vandaag in het verhoor van, dat kan niet, wij borgen niks, dit mag niet. Dan moet ik of mezelf corrigeren. Ik heb gezegd dat we met de afspraak in april 2010, toen we geconstateerd hadden, begin 2009, dat er dus geborgd geld naar de margin calls ging. We hebben in 2010 gezegd, je moet die beleggingsportefeuille gaan afbouwen. En daarna hebben we gezien dat inderdaad Vestia nauwelijks meer borging nodig had, waardoor die afbouw inderdaad plaatsvond en het geborgde geld alsnog naar de financiering. Die brieven nu waarin u dus opdracht geeft om het af te bouwen, die kennen we. En daar staat in, zoals u net zelf zei, mits de marktomstandigheden dit toelaten. Als je nou borgingsinstituut bent en je houdt je bezig met het controleren van de besteding, et cetera, moet je dan niet eigenlijk streven naar optimale duidelijkheid voor partijen die van jou afhankelijk zijn? Ja. Want als ze marktomstandigheden toelaten, dat is een soort van open deur. Nou, het is een compromis om verder te kunnen. We hebben de afweging, maar ik heb de afweging gemaakt. Ik heb binnen dat ze dat gaan afbouwen. Dat vond ik de grote winst van de brief. Vestia wilde die clausule opnemen van mits de marktomstandigheden dat toelaten. En we hebben toen bedacht, het WSW zit aan de knoppen om dat faciliteringsvolume wel of niet vrij te geven. Dus laat Vestia vooral die bepaling in die brief zetten. Effectief komt het toch aan onze beslissing. Dus ik was niet zo, laten we zeggen, gespitst om tot punt, komma dit uit te spitten. Ik was blij met de positie die we kregen van zij gaan het afbouwen. Natuurlijk zullen ze zeggen, ja, maar moet het wel kunnen? En dan zeg ik, ja, natuurlijk moet het wel kunnen, maar we gaan het wel gewoon doen. Dus ik was eigenlijk wel blij met die stap. Maar gebeurde dat dan vaak dat Vestia de voorwaarden dicteerde? Vestia probeerde alles te dicteren, altijd, overal, bij iedereen.
Meneer Bashir. Meneer Van der Post, in het najaar van 2011 bereidt de minister van Binnenlandse Zaken een aanwijzing voor. En dan op het laatste moment blijkt dat een aanwijzing niet mogelijk is in verband met bepaalde clausules die in de derivatencontracten staan. Want op het moment dat hij een aanwijzing zou geven als minister, dan zouden de contracten opeisbaar worden. En dan zou Vestia in grote problemen komen. Was u op de hoogte van zulke clausules? Nee. Wanneer werd u voor het eerst daarmee geconfronteerd? Toen we, persoonlijk werd ik daar volgens mij het eerst bewust van. In een gesprek van de heer Staal met de heer Molenaar en de DG. Ik weet even niet zo snel de exacte datum. Daar werd gevraagd of wij daar aanwezig wilden zijn. Dat was het Centraal Fonds aanwezig. Daar heeft de DG laten doorschemen, de directeur-generaal laten doorschemen, dat hij dus overwoog om een aanwijzing en een toezichthouder te benoemen. En toen kwam van de kant van Vestia, dat moet je niet doen, want er zitten dit soort bepalingen in de derivaten. Ja. Dat is het moment dat voor mij, dat ik het mee bekend raakte dat hij überhaupt die clausules er heeft. Want u zegt, ik wist niet. Nee. Wie had het wel moeten weten? Ja, ik denk de minister zelf al, de toezichthouder. Het gaat om toezichtbelemmerende bepalingen, dus dan ligt het voor de hand dat de toezichthouder minister kijkt of er contracten zijn die het toezicht willen. Maar u bent van het Waarborgfonds? Dat ben ik. Of u was daarvan? Had u het Waarborgfonds heeft al deze contracten ook goedgekeurd? Want de raamovereenkomsten, de ISDA's, die werden voorgelegd aan het Waarborgfonds. Ja. Nou, de ISDA is een standaard raamovereenkomst. En daarvan heb ik u verteld dat we dat beoordeeld hebben op een aantal punten vanuit de WSW-perspectief. Dus de strijdigheid met het reglement van deelneming in verband met zekerheden die anders naar derivaatpartijen werden gegaan. Dat is de kern van onze analyse van die ISDA-overeenkomst. Ja, maar als je die ISDA's leest om dat te beoordelen op die punten die u net noemt, dan kom je toch ook de toezichtsbeperkende clausules tegen? Ik ben ze niet tegengekomen, ik heb die ISDA's niet gelezen. Ik ben ze pas tegengekomen door de mededeling van de heer Staal aan de tafel bij de DG. En mijn mensen hebben dat niet opgemerkt en hebben dat niet gesignaleerd. En hadden ze het ook niet moeten opmerken en signaleren? Want ze hebben het gelezen, neem ik aan. Want ja, als het voor je ligt en je wil kijken of het aan bepaalde voorwaarden van het Waarborgfonds voldoet, dan moet je het lezen. En dan als je het leest, moet je zien. Nou, natuurlijk met dat soort dingen sla je achteraf een beetje voor je kop. Ja, hadden we dat dan niet moeten zien en had daar geen actie op ondernomen moeten worden. Maar uw principiële vraag, wie zou daar nou echt naar moeten kijken? Dan zou ik zeggen, dat zou de toezichthouder zelf moeten zijn. Omdat het over toezichtbeperkende bepalingen gaat. De ISDA's stonden ook bij ons op de website. Dus iedereen kon toegang krijgen tot de documenten. Het zijn geen geheime documenten. In september 2011 heeft het Waarborgfonds ook een lening van 1,05 miljard euro geborgd richting Vestia. Daarmee kwam de leningportefeuille van Vestia, lening gedeeld door eigen bezit, boven de 50% van de WOS-waarde. Mocht dat wel? Nou, in de strikte naleving niet. Maar in overleg met het ministerie, het Centraal Fonds en de achtervangers zagen we geen andere mogelijkheid dan dit volume en dat te accepteren dat we even boven die 50% zaten. Datzelfde deed zich voor in januari 2012. Ja. Toen moesten we nog een keer 550 miljoen, dezelfde afweging. Ja, er is natuurlijk een regel dat je niet boven de 50% was. Maar als ik daar nu de streep trek, dan weten we zeker dat het verkeerd gaat. Dus met de rug tegen de muur, akkoord gegaan met een overschrijding. Ja, in september 2011, u zal het niet zonder reden gedaan hebben. Had u gehoopt dat dan de ergste problemen voorbij zouden gaan? Ja, dat hoop je natuurlijk altijd. Iedereen was echt geschrokken van wat er gebeurde. Eerlijk gezegd was ik ook geschrokken van de nog steeds houding van Vestia. Er is niks aan de hand. Dit is een normale situatie. En WSW, jij moet maar gewoon normale borging geven. Die houding. Daar ben ik ook erg van geschrokken. De manier waarop de rentedaling zich in die liquiditeitsrisico's vertaalt. Dus de hoogte van de margin calls. Ik heb de terminologie geleerd dat convex is en niet lineair. Met andere woorden, een rentedaling van 3 naar 2 is heel anders dan een rentedaling van 2 naar 1. Dat was een enorme explosie eigenlijk van die liquiditeitsrisico. En dan hoop je dat je dit met 1 miljard gehad hebt. U hebt meer dan een miljard euro geborgd, 1,05. Welke aanvullende voorwaarden heeft u gesteld richting Vestia? Nou, de bekende voorwaarden, volledig inzicht in die derivaatportefeuille. Nou moeten we het echt hebben. En dat hebben we ook gekregen.
Want ja, je bent een brand aan het blussen, maar je weet niet precies wat er nou brandt. Ja. Dus je moet wel inzicht hebben in wat er... Wat maar vervolgens heeft u zei net ook van in 2012, januari, ook weer 550 miljoen geborgd. Ja, de voorwaarden, ja. En sorry dat ik u onderbreek, maar ik vergeet te vertellen dat in september 2011 er ook een plan van aanpak door Vestia gemaakt moest worden om die risico's allemaal terug te dringen. Ja, en waarom was het nodig in januari 2012 om nog eens 550 te borgen? De rentedaling. Ja. We hebben en dat begin plan van december aanpak en de voorwaarden gehad. Hebben niet geholpen. Wat zegt u? Het plan van aanpak en de aanvullende voorwaarden hebben niet geholpen. Nee, er konden nog geen maatregelen genomen worden om het liquiditeitsrisico kleiner te krijgen. Dus we zaten begin december met het Centraal Fonds en het ministerie en het WSW bij elkaar. En toen zei ik, wat zou er gebeuren als nu in de kerstperiode de rente nog verder daalt? Dan zit er nog steeds dat liquiditeitsrisico in die portefeuille. Het wordt kerst, dus waar halen we dadelijk geld vandaan? Toen hebben we de constructie op tafel gelegd. Er zitten herfinancieringen in 2012. Laten we vast Vestia een faciliteringsvolume geven van 550 miljoen. Eigenlijk bedoeld voor die herfinanciering. Maar we zijn gekke Henkie niet, dus we gaan dat bedrag laten storten op een rekening van het WSW. Dan beschikt het WSW erover. En op het moment dat de rente daadwerkelijk gaat dalen... En er is nog geen ander vangnet inmiddels gerealiseerd of er zijn nog geen andere maatregelen genomen. Dan zouden we die 550 miljoen weer van een etiketje kunnen veranderen. Het was bedoeld voor herfinanciering. Gaat niet lukken. We moeten nu gaan inzetten tot tijdelijk liquiditeitstekorten. En dat hebben we moeten doen halverwege januari. Dus zover was het vertrouwen gezakt? Nou, niet zozeer het vertrouwen, maar ja. er was nog geen maatregel genomen die voldoende effect had... om die liquiditeitsrisico's op te varken. Daarna kwam die zogeheten doorzakoperatie bij de waterschapsbank, waardoor er wel een liquiditeitsrisico werd weggenomen. Nog even bij deze 550 miljoen. Ja. Heeft het Waarborgfonds toen ook overwogen om de kredietwaardigheid van Vestia in te trekken? Nou ja, het zal u niet verbazen dat ik eigenlijk op ieder moment in dat proces nagedacht van... is dit nou het moment om die niet-kredietwaardigheid uit te spreken? Daarbij maak je de afweging, is het nou echt een liquiditeitsprobleem? En omdat je die portefeuille niet heel goed kent, wat is het effect daar weer van een rentestijging? Is dan het probleem weer weg? Dus we hebben het in eerste instantie echt benaderd als een liquiditeitsprobleem, zowel in september als in januari. Maar ik heb natuurlijk wel tegen de heer Erens als pas aangetreden interimbestuurder gezegd, weet wel dat wij overwegen om die niet-kredietwaardigheid te moeten gaan uitspreken. Want het is niet een tijdelijk liquiditeitstekort, het is zo structureel. In je derivaatportefeuille, dat wij geen mogelijkheden zien om nog verder te borgen. Ja. De mogelijkheden zijn uitgeput. Ook die 50% loswaarde speelde daar natuurlijk mee. Daar zaten we al over. Dus het is klaar, het is over, het is uit. Dan een stap verder. Uiteindelijk startten in mei 2012 de onderhandelingen met de banken om de derivatencontracten te beëindigen. Het Waarborgfonds heeft in de tijd hypotheek gevestigd op het bezit van Vestia. Ja. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd totdat er iets gedaan is? Waarom moest er tot mei 2012 gewacht worden? Nou, er is niet gewacht. Het is gelukt om de uitvoering en het feitelijk vestigen van de hypotheek dan voor elkaar te krijgen. Eerst was om het hypotheek te vestigen, moet ik een volmacht van het bestuur van Vestia hebben. Ging niet helemaal lukken toen meneer Staal nog bestuurder was. Dus ik heb vrij snel daarna, toen de heer Erens aangetreden was, een gesprek gehad. Dat was op 1 februari. Ja, en ik heb volgens mij op 9 maart een gesprek gehad met de heer Staal, met de heer Erens. Ik zou het fijn vinden als ik die volmacht krijg, want dan kan ik gaan beginnen aan het vestigen van de hypotheek. Een hypotheek op een bezit van 90.000 eenheden, waarbij in onze registratie geregistreerd is op postcode en huisnummer. Omzetten naar kadastraal nummers waar je hypotheek op kan vetten, is een enorme administratieve klus. Dus ik moet eerlijk zeggen, wij allen hebben een beetje het zweet van het voorhoofd geveegd. Dat we rond 12 of in mei, dat het daadwerkelijk gelukt is. Ja, maar meneer Van der Post, u zegt dat het heeft niet lang geduurd. De heer Erens trad op 1 februari in dienst bij Vestia. U zegt, ik heb op 9 maart een gesprek gevoerd. Dat vind ik niet lang als nou, er problemen zijn. In de tussentijd werd er natuurlijk zowel met het Centraal Fonds als het ministerie het WSW overlegd. En er lag nog een vraagstuk op tafel of eigenlijk de bestuurder van Vestia wel een volmacht mocht afgeven. In de situatie waarin Vestia verkeerde. Dat was een juridisch vraagstuk. En dat is uiteindelijk pas, laten we zeggen, opgelost
op alle adviezen toch besloten om die volmacht te vragen. En de heer Erens heeft besloten om die volmacht dan af te geven. Dus er zit flink wat tijd in de juridische analyse van hoe kan je nu in een situatie waar Vestia verkeert, dat was allemaal al in de openheid gekomen, dus heb je nog ruimte om dat om te handelen. En dat heeft even geduurd voordat die afweging uitviel in de positieve kant. Ja, we gaan die volmacht vragen, ja, we gaan hem krijgen. En dan ga ik met u een stukje verder, namelijk de standstil. Dat is een soort wapenstilstand waarbij er heen en weer niks meer opgeheist werd tussen banken en Vestia. Kunt u uitleggen welke rol het Waarborgfonds heeft gespeeld in de standstil? Nou, u refereerde er net aan. Formeel, met de kennis die we dan over Vestia hadden en de plannen van aanpak die geanalyseerd werden, kwam bij ons de vraag, kunnen wij dit nog wel of niet kredietwaardig vinden? Dan begrijpen we natuurlijk ook wel dat als we in dat proces die niet-kredietwaardigheid in één keer op tafel leggen, dat de bom alsnog ontploft. Dus we zijn zeer voorzichtig geweest in onze afweging om wel of niet die kredietwaardigheid in te trekken. En dat heb ik in overleg met de minister gedaan. Die zei van, doe dat nou even niet, hou die gewoon even aan. Dat kan, hè. Wij kunnen in het belang van de deelnemer die besluitvorming even uitstellen. Daar heb ik overleg over gehad met de achtervangers. Om ruimte te geven aan het overleg wat Vestia ging starten met de banken. En dat wilden we niet frustreren, door het dwars doorheen te lopen, maar wel inhoudelijk op ons punt te staan. Ja, eigenlijk zouden wij nu op het standpunt of op het moment moeten zijn aangekomen om toch die afweging te maken. En die heb ik iedere keer uitgesteld in het belang van Vestia aan de onderhandeling. Ja, maar dan de standstil zelf? Nee, we hebben dus gezorgd door het niet, ja. Door ons even rustig te houden, zou ik maar zeggen. Dat de onderhandelingen met de banken konden beginnen en dat er een standstill is uitgesloten, afgesproken, om die onderhandelingen tijd te geven. Ja, en dat ging vrij soepel. Ik heb niet bij alle onderhandelingen gezeten, dus daar moet ik voorzichtig in zijn. Ja. Maar enige spanning zat wel in het overleg. Meneer Van der Post, op 14 april 2012 verschijnt een nieuwsbericht in het NRC Handelsblad dat Marcel de Vries is aangehouden en er ook een inval heeft plaatsgevonden bij Vestia. Marcel de Vries is de kasbeheerder van Vestia en hij wordt verdacht van omkoping in verband met de derivatenconstructies die hij heeft gedaan. Wist u al eerder voor de publicatie al hiervan? Nee. Dus u hebt pas na 14 april 2012 kennis genomen hiervan? Ja. En wist iemand anders binnen de organisatie van het Waarborgfonds hiervan? Niet dat ik weet, nee. Voor mij helemaal niemand. Nee. En later, toen u voor het eerst hiervan op de hoogte raakte, wat heeft u gedaan? Gevloekt. Ik vind het zal toch niet waar zijn dat iemand waar ik toch een aantal jaren flink intensief overleg mee heb gehad, die af en toe liet doorschemeren, dat hij de betere was en dat wij er niks van begrepen. Dat hij zich heeft laten betalen. Ja, en dat zal toch niet waar zijn. Met wie heeft u allemaal gesproken daarna hierover? In welk kader hebben we gesproken? Ik heb natuurlijk rond die tijd met heel veel mensen gesproken. Ja, ja. Maar niet specifiek over de Vries en de betalingen vanuit de FIFA. Maar dit was naar aanleiding van het artikel in de krant, of heeft u het ook via een andere weg gehoord? Nou, het zong natuurlijk ogenblikkelijk rond. Ik heb het zelf niet in de krant gelezen, maar op het moment dat zoiets verschijnt, dan werkt de tamtam of de tomtom werkt heel goed, hoor. Dus dan weet je het gelijk. En mijn reactie was, nou, die gaf ik net. Ja, en de heer Greve? Wanneer hoorde u voor het eerst over hem? Ik denk in dezelfde tijd. En ik kende hem natuurlijk als partner van FIFA Finance. Maar in dit verband hoorde ik voor het eerst van hem. Ja, hoe kende u hem? We kwamen elkaar wel eens tegen. Hij was wel eens op kantoor. Ik gaf hem wel eens een handje, maar daar bleef het bij. Ja. Ik ken hem verder niet. Dus u zegt van pas na 14 april 2012, als het artikel in de krant heeft verschenen, ben ik op de hoogte gekomen van het feit dat de Vries wordt verdacht. Ja. En daarvoor wist ik niks. Nee. Oké, voorzitter. Meneer Van der Post, u zei net tegen collega Bashir dat Marcel de Vries, treasurer van Vestia, jarenlang een houding had naar het WSW van ik weet het allemaal prima, in ieder geval beter dan jullie. Uit allerlei informatie en de eerdere verhoren is ons ook gebleken dat de Vries op zijn beurt ook wel degelijk als een soort goeroe werd binnengehaald bij het WSW.
Ze was dan een wisselwerking naar twee kanten. Had echt verstand van zaken. Nou ja, dus dat was dan naar twee kanten. Hè. Je werd ook binnengehaald. Is er in die tijd dat Vestia dreigde om te vallen en iedereen begon zich ermee te bemoeien, te kijken hoe die ramp uiteindelijk moest worden afgekocht. In die tijd zat de Vriester, tot het OM binnenviel, als treasurer van Vestia aan die treasury knoppen te draaien. Is er in die tijd iemand geweest die de eis heeft gesteld, die vent moet daar sowieso weg, die moet je niet meer aan die knoppen laten zitten? Ja, ik heb die vraag ook in eerdere voren gehoord. En ik denk dat er een goede afweging gemaakt is van, helaas hebben we de Vries nog nodig, want anders komen we niet door de brei heen. En dat had op een andere manier gekund. Inderdaad, je had hem gelijk zijn handelingsbevoegdheden of gelijk in een kamertje moeten opsluiten. Mm. En alleen als vraagbak moeten gebruiken. Maar is er iemand geweest die wel heeft gezegd van nee, hij moet... Nee, we hebben met z'n allen geconstateerd dat we hem nodig hadden om door die brei heen te komen. Dit punt is voor mij niet aan de orde geweest. Heeft u ook nooit gehoord van de heren van Capitat? Ik heb dat niet van de heren van Capitat gehoord. Cardano ook niet? Nee, want Cardano had de Vries heel hard nodig om die portefeuille te kunnen gaan analyseren. Het woord is aan de heer Oskam. Ja, meneer Van der Post, we blijven in Zuid-Holland, maar we gaan naar Rotterdam, naar het stoomschip van Woonbron. En Woonbron kwam daardoor wel in de financiële problemen, klopt ook regelmatig aan bij het Waarborgfonds. En het Waarborgfonds speelde ook een belangrijke rol in het verdere traject. Want in april 2008 is het faciliteringsvolume op nul gezet van Woonbron. Omdat de corporatie verkoopopbrengst van sociale huurwoningen heeft gebruikt om dat schip te betalen. En dat is tegen de regels van het Waarborgfonds. Mijn vraag is eigenlijk, wist het Waarborgfonds niet eerder dat Woonbron al dergelijke handelingen had verricht tegen de regels van het WSW? Ik heb niet bedoeld welke regel u bedoelt, dat? Nou ja, je mag niet sociale huurwoningen gebruiken om nevenactiviteiten te betalen. Oh, ik bedoel als onderpand? Voor ja, als onderpand. Ja. Nee, we hadden een beeld van de financiering van Woonbron voor de boot. Dat voornamelijk met collegiale leningen, kort geldleningen gebeurde. Ja. Ik had toen denk ik, of het WSW had toen niet het zicht dat daar ook onderpand onder zat. Dat is ook niet zo gebruikelijk bij kortlopende leningen. Nee, en het mag ook niet. Het mag ook niet. Je moet even overleggen over hoe je mag geen... Ik heb net iets gezegd over de zekerheden van het WSW. De corporaties mogen niet zekerheden weggeven die eigenlijk al bij het WSW zitten. Als het onderpand is. Ja. Als dat nog geen onderpand is bij het WSW, ja, dan heeft eigenlijk de corporatie vrije beschikking over dat onderpand. Maar je mag het dus niet weghalen bij het WSW. Nee. Het kan dus zijn dat Woonbron gedacht heeft, ja, ik heb het toch niet in onderpand gegeven bij het WSW. Ik kan daar nu vrij over beschikken. Maar dat moet u misschien aan mensen van Woonbron vragen, dat weet ik niet. Oké. En die kort geldleningen, gaat dat tussen corporaties onderling, dat ze elkaar geld lenen? Dat gaat tussen corporaties onderling, dat gaat tussen gemeenten onderling. Er is daar een markt voor, daar wordt ook in bemiddeld. Daar wordt ook vraag maar dat is vaak wel geborgd geld van het WSW? Nee, niet? Allemaal op ongeborgd. Is dit helemaal geen borging in. WSW mag geen kort geld borgen. Nee, ja, maar u geeft geld aan corporatie A. En corporatie B zegt, ik heb kort termijn even wat geld nodig. Corporatie A mag ik geld voor u lenen? Nee, dat kan van alles zijn. Dat kan de verkoopopbrengst zijn, dat kunnen de opbrengst van koopwoningen zijn. Je kan niet aan iedere euro zien of die wel of niet geborgd is. Dus daar durf ik geen uitspraak over te doen. Nee. Op 3 juli 2008 dan staat het water tot de lippen bij Woonbron. En dan doen ze een aanvraag voor een kort geldlening van 105 miljoen. En dat wordt besproken in de Raad van Commissarissen. Het Waarborgfonds, ik neem aan dat u daarbij geweest bent. Nee. En wat was toen het standpunt van het Waarborgfonds? We hebben de boot niet geborgd, dus de problematiek is helder waar het vandaan komt, maar de boot is niet geborgd. Daardoor komt, doordat Woonbron doorging met de ontwikkeling van de boot, komen zij in liquiditeitsproblemen, hebben we dan een paar keer besproken vandaag, dus dit is voor ons een afweging geweest. We laten Woonbron niet failliet gaan. Nee. Is het verantwoord om voor 2 jaar een lening van 105 te borgen? Een miljoen. En dan kan in de tussentijd Woonbron orde op zaken stellen. Onder andere door het aantrekken van een commerciële niet geborgde lening. En dat is bekend geworden op de clubdeal af te sluiten. Ja. Dus het was een hulp. Die motieven deden we dat. Maar daar waren ook voorwaarden bij gesteld. En uiteindelijk kon Woonbron niet aan die voorwaarden voldoen. Kan u zich dat nog herinneren? Nou, de eerste inschatting was dat Woonbron zelf over voldoende
commercieel en ander onroerend goed beschikte om als onderpand te dienen voor die commerciële clubdeal. Ja. Dat was de verwachting. Maar het bleek dat daar onvoldoende onderpand onder geschoven kon worden. Ja, en die sociale huurwoningen die ze daarvoor wilden gebruiken, die stonden eigenlijk al in onderpand bij het Waarborgfonds. Ja, en toen is er dus overleg geweest met het ministerie Centraal Fonds Gemeente Rotterdam. Vinden we het nou gepast dat voor die ongeborgde leningen dit vastgoed wordt ingezet? Ja. En dan kom ik even terug op de discussie misschien van daarnet. Dat is in eerste instantie een afweging van het ministerie en de toezichthouder. Ja, dat heeft u net bij servaties gezegd, hè, omdat het beleidsmatig is. U kijkt naar de financiële kant en het risico. Maar u heeft toen bleek dat Woonbron niet aan die voorwaarden kon voldoen. En niet die commerciële partners kon vinden of die commerciële lening. En bleek dat de woningen die ze wilden gebruiken bij jullie in onderpand stonden. Toen hebben jullie daar geen toestemming voor gegeven. En daarna pas is dat overleg geweest met het ministerie en met Waarborgfonds. In eerste instantie geef je geen toestemming nodig. Nee. Okay. Moet wel een beetje druk opbouwen om de zaak in beweging te krijgen. Nee, dat begrijpen we ook wel. Nou, die besprekingen waren vrij hectisch. Hè? Regelmatig geschorst met alle partners die probeerden Woonbron in het gareel te houden. Het is ook al een aantal keren gebeurd dat Woonbron was daarbij. Dat Woonbron weggestuurd werd en dat het Waarborgfonds, het Centraal Fonds en het ministerie met elkaar over Woonbron... Er werd even geschorst. Ja. Ik denk misschien dat het een nettere term is. Ja, dat doen wij ook steeds. Ja, daarom. Wat werd er dan besproken als Woonbron daar niet bij was? Los even van de inhoud en kunnen we wel of niet dit soort dingen doen, ging het op een aantal momenten ook even over het gedrag. Hebben we er nog vertrouwen in dat we hier een corporatie aan tafel hebben die ook echt overtuigd is dat het nou einde verhaal moet zijn met die boot? Dus het ging over van alles, dat kunt u zich ook voorstellen. Het gaat om inhoud, gaat om cijfertjes, gaat om waar zit de rek nog? Maar het zit zeker ook over de kwaliteit van het overleg met zo'n corporatie. Zat daar ook nog iets in van de relatie? Want u zegt, ik hecht erg aan de relatie, of ik ben zacht op de relatie. Maar Kromwijk en Zwarts, de interim manager, die hebben hier gezegd van... de externe toezichthouder, die hebben hier gezegd van... het boterde eigenlijk niet zo tussen het bestuur van Woonbron en het Dat ligt wat genuanceerder, denk ik. Het heeft wel geholpen, denk ik, dat in het proces de heer Johan Overdeves vanuit het bestuur... eigenlijk ons eerste aanspreekpunt was. Dat heeft, denk ik, goed gewerkt. En dat was ook de financiële man van Woonbron. Ja. Okay. Nou, in 2009 lijkt er eigenlijk geen andere uitweg dan dat het Waarborgfonds toch akkoord gaat met de inzet van sociale huurwoningen als onderpand. En het Waarborgfonds stelt dan als eis dat het bestuur van Woonbron moet aftreden. Kunt u dat toelichten? Nou, het leek ons gepast om te praten over als een dergelijk verlies zich voordoet, dat consequenties zou kunnen en moeten hebben voor degene die daar verantwoordelijk voor is. Ja. Is dat wel vaker voorgekomen? Is het gebruikelijk dat soort eisen worden gesteld? Nou, eisen is misschien een groot woord, maar de suggestievoorwaarden is wel vaker gebeurd. Ja. En het punt was een beetje dat de minister daar geen beslissing in kon nemen, maar dat wel uiteindelijk dan de Raad van Toezicht is opgestapt. Ja, dat is de tussenstap of de uitkomst even op dat moment geweest. Oké. Nou, dan is het nog niet opgelost. En dan gaat u met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die komt morgen, de heer Van Dam, gaat u naar minister Van der Laan. En dan wordt toch nog weer over de oplossing voor Woonbron gesproken. Wat is daar nou besproken? Nee, dat heeft een andere achtergrond. We hebben pittige discussies in onze Raad van Commissarissen gehad. Dat door het gedonder met die boot, als het ware, nu het WSW... de enige is die het eigenlijk zou kunnen helpen en oplossen. Er was geen vermogensprobleem voor Woonbron, dus er zat geen saneringssteun in het perspectief. Het ging echt om liquiditeiten. Ja. En ondanks alles zouden wij het gebaar moeten maken. Er werd flink op gekoerst door het ministerie, Centraal Fonds en Gemeente. En toen waren meneer Van Dam en ik een beetje ontevreden over de verhouding met de Rijksoverheid. Ja. Want hier moesten we ons ontzettend uitstrekken om Woonbron te redden. En we hadden ook nog wat andere dossiers, waaronder een EMTN-programma. Ja. Waar het erg moeilijk was om daar beweging in te krijgen en daar toestemming voor te krijgen. Dus toen dachten we, het is een goed plan om eens met de minister te gaan praten. Dat is uiteindelijk een etentje in Utrecht geworden. Waarbij we tegen de minister gezegd hebben, kijk nou eens wat er gebeurt. Ja. Hier moeten we ons uitstrekken. Dat heeft allemaal met financieringsvaart te maken. En op het andere dossier krijgen we geen millimeter ruimte. Nee. Kunt u ons op een of andere manier helpen om dat vlot te krijgen?
Dat was de aard van het gesprek. En is er toen ook een deal gesloten of niet? Nee, er is geen deal gesloten. Maar wat heeft de minister daarover toegezegd? Nou, die stond sympathiek tegenover ons pleidooi. Ja. Maar die toestemmingscircus voor het EMTM-programma is ook een afhankelijkheid van de VNG's achtervanger. Dus op het moment dat we de minister misschien wat in de goede richting kregen, is het bij de VNG niet gelukt. Dus lekker gegeten, maar helaas niet direct een deal gemaakt. De VNG nam het op voor de Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeente. De argumentatie van de VNG was in eerste instantie, het past niet in uw statuten, zo'n positie in een MTM-programma. Nou, daar hebben we een verschil van inzicht over. De achterliggende gedachte is natuurlijk dat mocht je een MTM-programma realiseren, dat het wel effect zou kunnen hebben op de marktpositie van de BNG en de Waterschapsbank. Het is geen uitgemaakte zaak dat dat zo is, maar het is niet uit te sluiten dat. Nee. En daar zou als aandeelhouder van de BNG best wel een belemmering bij de VNG, bij de gemeente gezet hebben. Goed. Nou, er zitten heel veel mensen met het bord op schoot misschien wel te kijken, maar die weten niet wat EMTN betekent. Maar dat is Europe Medium Term Notes en dat heeft te maken met het uitschrijven van schuldpapieren. Ja, al jarenlang werkt het WSW en tot op de dag van vandaag nog steeds met gestandardiseerde onderhandse leningen. Dus geldnemer, geldgever en die twee partijen meer is er niet. Dat is enerzijds heel gunstig voor in dit geval de twee sectorbanken. Die kunnen fijn met dat papier omgaan, want die kopen die leningen en leggen het in de kelder en buy and hold strategie. Het heeft de corporaties altijd toch wel zorgen gebaard. Hoewel ze wat tevreden zijn over de aanwezigheid van de twee sectorbanken. Maar het is toch een heel hoog marktaandeel geworden. Al vanaf het midden jaren 90 met de vorming van de Monetaire Unie, de komst van de euro, is al gezocht. Nou, kunnen we niet een verbreding van die kapitaalmarkt krijgen? We zien de beleggers verdwijnen en we zien banken erin komen. Kunnen we niet gewoon een andere vorm vinden voor het schuldpapier? En dat heet dan een medium term note. Dat is openbaar schuldpapier. Dan geeft de corporatie een schuldbekentenis af als het ware. De voorwaarden zijn exact hetzelfde, of het nou een onderhandse lening is of MTN. Ik bedoel, de bepalingen zijn hetzelfde. Alleen de verschijningsvorm is anders. Ja. Waardoor het voor een belegger aantrekkelijker wordt om dit te kopen, omdat hij er sneller mee kan handelen. Het is niet een 1-op-1 contract, het is openbaar, dus je kan het zo doorverkopen aan iedereen die dat wil. Okay. Dat vergroot de liquiditeit in de markt. Nog even terug naar het gesprek in Utrecht met de minister. Ja. Was de insteek daar nou dat woonbron al geregeld was, die aanvulling? Nee, er is daar geen deal gemaakt over woonbron, het was niet het laatste zetje wat we nodig hadden. De insteek was meer van de liefde komt van één kant en what's in for me. Okay. Ja. Nou, duidelijk. Dank u wel. Mevrouw Agi. Ja, meneer Van der Post, ik constateer inconsistentie in het beleid van WSW. Oh. Want eerder bij het verhoor hebben we het over servaties gehad. En toen gaf u aan, als het gaat om die borging van, of het onderpand van sociale huurwoningen, om die te gebruiken voor commerciële activiteiten, was u heel helder. Scheiding van taken, daar gaan wij niet over. De minister en het Centraal Fonds besluiten of dat kan of niet. Maar in het geval van het stoomschip hoorde ik u zeggen dat u wel op uw stoel gaat zitten, op de stoel van de minister en het Centraal Fonds. Nee, we hebben ik gedaan. Ben nog niet klaar, meneer Van der Post. Dan gaat u wel op de stoel van het Centraal Fonds en het ministerie zitten door te zeggen van, nou, ik ga niet borgen. Want dat kan niet. Nee, de problematiek zit hem in de boot. Dat is een niet geborgde activiteit. Daar ontstaat het. Maar er moeten liquiditeiten gemaakt worden. Dus er moet een commerciële lening worden aangetrokken. En daar moet onderpand voor vrijgegeven worden. Woonbron was in zwaar weer, dus wij moesten wel even goed uitkijken. Langs diezelfde risicolijn kunnen wij vastgoed vrijgeven. Of heeft Woonbron nog zelf genoeg vastgoed om een commerciële financiering aan te trekken? Daarnaast hebben we dezelfde lijn gevolgd die wij Servatius gevolgd hebben. Of het nou onderpand van het WSW was of vrij onderpand. Daar moet de minister over beslissen of dat onderpand ingezet mag worden. Ik zie daar eerlijk gezegd eigenlijk meer een gelijkenis in met Servatius dan een verschil. Maar commerciële activiteit, of dat nou een schip is of iets anders, ik bedoel, dat valt onder commerciële activiteit, want het heeft dus niets te maken met volkshuisvestelijke doeleinden. Dus dat argument kan ik niet plaatsen. Maar als we het hebben over uw standpunt ten aanzien van Servatius, dan was u heel helder. Ja. Of dat wel kan, zo'n commerciële activiteit, en dat daar dus dat onderpand voor kan gebruikt kan worden. Dat is aan de minister en aan het Centraal Fonds. Maar in het geval van het schip zegt u wel dat u vindt dat dit niet kan. Dus dan gaat u wel op die stoel zitten van het Centraal Fonds en het ministerie. Woonbron verkeerde in een veel groter zwaar weer
dan Servatius. Dus ja, maar dat is geen argument. Nou, de risicoafweging was, kan dat, risicotechnisch? Maar het gaat mij om het beleid van het WSW. Ja. Hoe consistent is dat als u in het geval van Servatius een andere lijn, een andere houding aanneemt als WSW, als waarborgfonds, dan in het geval van Woonbron? Bij Woonbron, bij het stoomschip, heeft u het een halt toegeroepen. Ja, maar we hebben toch ook bij Servatius gezegd, het heeft de toestemming van de minister nodig. En dat hebben we toch bij Woonbron ook gezegd? Nou, in het geval van Woonbron was er dus een toestemming van de minister. Alleen het waarborgfonds, uw organisatie, gaf aan, het gaat niet gebeuren, dat willen we niet. Ja, omdat er dan waarschijnlijk te veel onderpand van het WSW ging verdwijnen. Dat is een risicokant. Maar ziet u wel het feit in dat u bij het een, bij Servatius, zegt, daar gaan wij niet over, dat is aan de minister. Ja. En in het geval van Woonbron gaat u er ineens wel over. Ziet u dat of niet? Nee, ik heb niet te beleven, misschien moet ik het anders vertellen of doe ik het niet goed. Helder wat we over Servatius gezegd hebben. Ik kom in een situatie bij Woonbron terecht, dat als wij niet gaan borgen, dan gaat het fout. De borging doe je vooruitlopend op een commerciële lening die moet worden aangetrokken. Daar moet ook onderpand heen. Dus ik heb echt nog een extra lening nodig en eigen onderpand nodig. En er moet onderpand naar die clubdeal toe. Dat is ook dezelfde risicobeweging. Kan er genoeg onderpand gelokaliseerd worden? En in mijn beleving hebben we toen dezelfde vraag gesteld. Dat inzetten van sociaal vastgoed, dat heeft de toestemming van de minister nodig. En zolang de Niers kan ik het niet doen. De minister had die toestemming en toch zei het WSW, nee, ik ga niet borgen. Nee, ik heb daar niet de beleving van dat het in die volgorde gegaan is. Maar als u dat zegt, dan moet ik daar maar van uitgaan. Maar zojuist in de vraag van collega Oskamp gaf u ook aan, een beetje druk opvoeren kan geen kwaad. Want ook in die vragen en in uw antwoorden, die volgordelijkheid zit er wel degelijk in. Want het is het WSW die uiteindelijk tegen de minister zegt, ik ga niet borgen. Nee, maar we moesten wel beweging in de zaken krijgen. Dus u wilde dat als drukmiddel gebruiken? Ja. We moesten wel, ook naar Woonbron natuurlijk. Dan kom ik bij mijn tweede vraag. Dus in het geval van Woonbron neemt WSW een andere houding aan om het als drukmiddel te gebruiken? Nou, het hielp. Ja. Ja, en dat drukmiddel werd dus gebruikt om in dit geval het EMTM-programma op de agenda te krijgen? Nee, dat drukmiddel werd niet gebruikt. Nee, dus zo interpreteert u mijn verhaal niet juist. De bedoeling is, met het gesprek met de minister, wij gaan meehelpen en we helpen mee om Woonbron overeind te halen. En dat gaat in een bepaald proces en er wordt wel of niet druk opgebouwd naar elkaar, maar dat is wat er gebeurt. Dat hebben we ook gedaan. En als je dat doet, dan zeg je, ja, het is ook vervelend dat we hier, laat ik maar zeggen, ons oprekken en meewerken aan een oplossing. En op andere dossier lopen we tegen een muur. Minister, kunt u iets voor ons betekenen? Maar het is geen voorwaarde van het WSW geweest. In de zin van, sorry hoor, ik ga alleen maar Woonbron helpen als ik toestemming voor de MTM krijg. Dat hebben we niet. Nee, zo'n soort zwart-wit ligt niet, dat begrijp ik. Okay. Maar het gaat er mij om, de constatering is dus juist dat er inconsistent beleid of inconsistente houding is geweest van het WSW, in het geval van Woonbron. En mijn tweede vraag, die ik toch echt aan u voor wil leggen, uiteindelijk is het niet zo zwart-wit als dat u nu net zegt, maar u heeft het als drukmiddel gebruikt om een ander onderwerp, in dit geval het EMTM-programma, bespreken met de minister. Als ik ook het woord druk gebruik, is het ook druk naar Woonbron toe om te bewegen en acties te ondernemen. Ja, maar u zegt ook, het was ook drukmiddel om met de minister aan te geven, we strekken ons uit. Dan heb ik het verkeerd. Als ik het woord druk gebruik, is het op het proces wat we met Woonbron hadden. En ik heb niet die beslissing over wel of niet onderpand gekoppeld aan de druk die ik naar de minister zou willen leggen. Dat heb ik niet bedoeld. Dan laat ik het woord druk voor wat het is, maar dan gaat het wel om dat u die situatie gebruikt om met de minister over een ander agendapunt te spreken. Ja. Vindt u dat zuiver? Wij vonden dat in afweging, vonden we dat wel zuiver. Je vraagt hier wat van me, kan jij wat voor mij terug doen, want ik zit met een probleem. Dank u wel, mevrouw Hasje. Meneer Oskam, het woord is aan collega Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al heel wat gewisseld. Het is ook een hele lange zit. Ik heb ook nog wat vragen onder andere over het EMTN-programma. Maar eerst nog even een stap terug. In 2007 gaat het Waarborgfonds de kredietwaardigheid van corporaties op een andere manier beoordelen. En dan wordt er overgestapt van de beoordeling van individuele projecten naar het zogenoemde faciliteringsvolume. We hebben het er al eerder even over gehad. Kunt u nog even in een paar korte zinnen zeggen wat deze overstap inhield? Naar het faciliteringsvolume bedoelt u? Ja, die overstap van projectfinanciering. Dat we twee opvraagmomenten van informatie gerealiseerd hebben.
in het voorjaar de opvraag van de prognosegegevens op basis waarvan we konden bepalen hoeveel borging heeft de corporatie voor de komende tijd nodig en willen we dat geven. En de vraag, willen we dat geven, dat antwoord vinden we ook bij de tweede opvraag, de verantwoordingsopvraag in de zomer, van wat vinden we, club, welke balans totalen, welke gegevens zitten erin. Dus op die manier hebben we een complex benadering, we kregen een complex en een financiering, hebben we vertaald in een bedrijfsbrede analyse van de corporatie. En hebben we geprobeerd om met het beschikbaar stellen van het faciliteringsvolume woningcorporaties in staat te stellen om zekerheid te krijgen over hun financiering als zij in overleg zijn rond projecten en investeringen. Dan heb je iets meer zekerheid vooraf dan dat je het achteraf van je complexe. Dus zeg maar administratieve lastenverlichting en het faciliteren van de corporaties. En inspelen op de verandering die bij corporaties plaatsvindt. Die hebben natuurlijk een heel ander fundingsmechanisme en treasurers binnengehaald, ja. De kasbeheerders gehaald. Die complex en leningen ook aan het bundelen zijn. En liever één keer naar de markt gaan dan 10 keer. Had die overgang nou ook invloed op het totale hoeveelheid te borgen volume? Nee. De procesgang waar langs had geen invloed. We hebben toen wel de overgang gemaakt aan die maximering van 95% bedrijfswaarde en bij liquiditeitstekorten 100% bedrijfswaarde naar een maximering op 50% loswaarde. Mm-hmm. En dat is mede ingegeven doordat we altijd in een discussie kwamen met corporaties over de parameters, over de feitelijke bedrijfswaarde. En daar wilde ik eerlijk gezegd een beetje vanaf. Mm-hmm. Het is goed als de corporatie dat heeft, dat willen we graag hebben, die gegevens. Zullen we ook maar kijken en laten we meewegen in onze analyses. Maar één heldere grens, 50% WOS, dat is het maximum wat je van het WSW kan krijgen. We zien wel vanaf de invoer van het systeem, van het nieuwe systeem, dat het volume geborgde leningen heel snel gaat toenemen. Maar dat worden ze dan niet verklaard door deze systeemovergang. Waar komt het dan wel door? Nou, ik denk dat er in diezelfde periode heel veel investeringen door corporaties zijn gedaan. Heel veel verplichtingen tot nieuwbouw zijn geweest. En dan komt de financieringsvraag dus er een beetje achteraan. Dus als de investeringsbeslissing in 2005 zit, dan zie je uiteindelijk leningen in 2007 tevoorschijn komen. Want in Nederland duurt het nogal even voordat je een project vastgoed van weiland naar steen vertaalt. Dus er zit tijd tussen. Maar we hebben het zo pas bijvoorbeeld gehad over het inlenen van Vestia om een liquiditeitsbuffer op te bouwen. Je zou kunnen zeggen dat wordt ook mogelijk gemaakt. Beter mogelijk gemaakt door dat nieuwe systeem van faciliteren. Dus dan zou er toch een relatie kunnen liggen. Nou, de corporatie wordt dan, als hij dat wil, kan die eerder inlenen. Als de marktomstandigheden daar bijvoorbeeld gunstig voor zijn. Als hij het gevoel heeft dat hij nu op de markt een goede deal kan maken, terwijl misschien het project volgend jaar pas de eerste financieringsslag moet krijgen. Ja, dan heeft hij even een liquide buffer. Dus langs die weg biedt dat nieuwe wijze van financieren wel meer mogelijkheden. Tot 3 jaar vooruit. Het systeem dat je daarvoor had. Ja, en dan kan je er als corporatie dus voor kiezen. Doe ik een lening met een zogeheten forward start. Dus als ik kan nu de deal maken, maar ik laat het pas over 1 of 2 jaar afstorten. Of de deal is zo gunstig, dan laat ik het nu afstorten. Mm-hmm. Dat is de keuze van de corporatie. Helder. Ik zou het ook nog even willen hebben over de bemoeienis van het WSW met de internationale kapitaalmarkt en het vergemakkelijken van het toegang krijgen tot de internationale kapitaalmarkt voor woningcorporaties. En ook even weer terug naar het begin. Een eerste product is een gestructureerde lening van het Oostenrijkse Communaal Krediet. En dat product wordt goedgekeurd door het Waarborgfonds. Ja. Hoe was u betrokken ook bij de goedkeuring van dat product? Nee, niet direct, dat deed mijn collega Erens, maar indirect. Ik wist natuurlijk wat er gebeurde. Het was inderdaad, is dat product al onder Erens ingevoerd. Maar had u ook betrokkenheid bij, het was een ex-werknemer van het WSW, die dat product ontwikkeld heeft, Leroy van Dijk. Hoe was het contact met hem? Ga ik even terug in de tijd. Ik kwam in 1999 bij het Waarborgfonds werken. Daar werkte Leroy van Dijk al. Die had een projectopdracht van de heer Erens gekregen om de overgang naar de euro goed te begeleiden in onze administratieve systemen. Dus dat was een projectkant. Hij heeft daarna een projectverantwoordelijkheid gekregen om de zogeheten vrijwaring te beëindigen. De heer Erens heeft daar ook over verteld. Ja, en toen waren de projecten klaar. En heeft de heer Erens naar mijn beleving een gesprek gehoord met de heer Van Dijk van wat is nou je verdere toekomst? Ik
heb zelf ook nog eens een keer zo'n gesprek bijgewoond. Waarbij wij tegen Leroy van Dijk gezegd hebben, weet je wat, ga ook even afstuderen. Je hebt al die jaren bij het WSW gewerkt en je bent nog niet afgestudeerd, ga dat nou doen. En toen heeft Leroy gezegd, dat ga ik ook doen, dus ik ga weg bij het WSW. En toen heeft de heer Erens gezegd, nou als je met jouw kennis nog iets zou willen doen, dan moet je kijken of je in de corporatiesector nog actief kan zijn. En toen heeft hij dit product ontwikkeld, wat vervolgens ook goed gekeurd is. Ik heb niet scherp of dat één op één is. Ik heb wel begrepen dat door de contacten van de heer Van Dijk, dat hij met het product kwam aanzetten. Of hij het zelf ontwikkeld heeft, dat weet ik niet. Maar hij heeft natuurlijk wel dit product voorgedragen aan het WSW en gezegd, van kan dit onder de borging gebracht worden? En het antwoord was, ja, dat kan. Ja, toch is dat een product. Ook al met een open einde, er zit geen cap op. En er zit een grote boetebepaling op. Kun je zeggen dat dit wel een soort precedent is geweest voor de late vlucht naar allerlei derivaatproducten, nee, allerlei gestructureerde leningen? Ik zou niet een direct verband willen leggen als een vlucht of een rode loper voor producten. Het is wel een eerste stap geweest om eens na te denken over andere producten, andere geldgevers. En embed het in je lening, die structuur van de rentestructuur in te brengen. Ja, dat was wel de eerste, dat klopt. Oké, en dan over het project Focus op financiering. Dat bestaat uit twee delen. Dat is deel WSW 2. En dat gaat over het aantrekken van leningen zonder borg voor commerciële doeleinden. En het andere is het EMTN-programma, wat ook al even ter sprake is gekomen. Dat EMTN-programma, wie nam het initiatief daarvoor? Toen ik bij het WSW kwam werken in 1999, was er net een programma gerealiseerd. Een guldenprogramma onder arrangement van de ABN AMRO en de BNG. Op initiatief van het WSW en de deelnemende corporaties. Dus dat was voor mij de eerste kennismaking met het fenomeen van een dergelijk programma. Het programma kende nogal wat regeltjes en bepalingen voor corporaties. Het was een guldenprogramma. Mijn analyse, mijn beeld is dat we het programma te vroeg in de markt gezet hebben. En hadden moeten wachten op de komst van de euro. Dan is het afzetgebied veel groter en is het valutarisico weg. Ondertussen hadden de corporaties zelf ook twee initiatieven genomen. Colonnade en DUAF. Om ook zelf geld uit te geven. Ging niet helemaal goed met die initiatieven. Die zijn ook naar de hand gefuseerd tot Colonnade DUAF. Dus er is constant in de corporatiewereld een zoektocht geweest naar aanvullende financiering op die stroom vanuit de twee sectorbanken. En dat werd in 2004 werd het wel manifest. En toen is op initiatief van het WSW, dat hebben we zelf gedaan, met die focus op financiering, hebben we gezegd, ja, kunnen we nog niet onderzoeken of we dan een andere vorm van MTN kunnen maken? Een europrogramma. En als je dan praat met allerlei mensen in de markt, van hoe zou dat dan het beste kunnen? En je zag wat er met Colonnade en met DUAF eigenlijk misging, wat daar niet werkte. Nou, met die ervaring is een zogeheten special purpose vehicle, dus een speciaal voertuig, van het WSW, dat het WSW dan schuldpapier uitgeeft, met de triple E-rating die het WSW heeft, en dan de funding doorzet naar individuele corporaties. Dat werd wel een heel effectief vehicle gevonden. Ja. Dus dat idee voor dat special purpose vehicle, was er nou veel steun voor, ook in de Raad van Commissaris? Ja. Ja. Die zagen hier een mogelijkheid in om de afhankelijkheid van de sectorbanken te niet verminderen. Niet zozeer afhankelijk van de sectorbanken, maar de afhankelijkheid van bankaire financiering. En daarmee bedoel ik dat banken zelf geld inlenen en dat dan doorzetten naar de corporatie. En wat beoogde met andere financiers, bijvoorbeeld beleggers, die krijgen al premies binnen. Die lenen dus niet iets in, die krijgen gewoon premies binnen en zoeken naar een goede belegger voor het beleggen van die premie. Dus het was aanvullend op bankaire financiering. Ik heb dus twee stromen. Eentje vanuit inlenen, doorlenen. En één heeft een beleggingsprobleem en wil dat dan bij de corporaties. En in dat kader, met name voor die beleggers, is altijd inschatting gemaakt dat een EMTN-programma daar een voordeel bij heeft, omdat het grotere verhandelbaarheid geeft. Dan ben je niet genoodzaakt om het te kopen en het te houden. Dat heet in het Engels een mooie buy-and-hold-strategie. Ja, als je wil handelen met dat dan is dat een voordeel. Ja, het is nooit het idee geweest van als je zo'n special purpose vehicle opzet,
ja, dan wordt eigenlijk het WSW wordt een financiële instelling, een soort bank. Je gaat middelen collecteren. Ja, dat hebben we ons gerealiseerd. En we hebben ook in, in het overleg met de achtervangers, aan de achtervangers gevraagd, is er een constructie denkbaar, ook rond die SPV die je moet maken, de bestuurlijke structuur, de governance structuur, waar terecht dan een plek voor de achtervangers in zit, zodat die ook voldoende comfort zouden krijgen bij de werking van die SPV. Dus we hebben ons bewust, waren ons bewust van die speciale positie van een speciaal vehikel. Ja, en voor zover het dan gaat om het, ook het aanboren van commerciële ongeborgde leningen, ligt daar wel een taak voor het WSW? De statutaire doelstelling van het WSW is te bevorderen dat corporaties geld kunnen leggen tegen zo laag mogelijke kosten om hun activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting te doen. Het is een hele volzin, maar dat is de statutaire doelstelling. Dus te bevorderen dat er ook goedkoper geld zou kunnen komen zonder borging, zonder risicopositie van het WSW, maar wel leidend tot goedkopere tarieven voor WSW 2, zou ik maar zeggen. Dat is ook een zoektocht geweest. En dan heb ik net al iets gezegd, dan ga je op zoek naar bundeling van vraag, want bundeling, meer volume, geeft waarschijnlijk een prijsvoordeel. En dat als we even weer naar het EMTN-programma gaan, dat waren toch ook leningen met variërende looptijd, maar dat je ook, zeg maar, leningen voor korte looptijden zou kunnen aantrekken. Nou, niet korter dan 2 jaar. Niet korter dan 2 jaar. Niet korter dan 2 jaar, maar wel bijvoorbeeld vanaf 3, 5, ja, het hele spectrum wat ook bij onderhandse leningen haalbaar is. Meneer Geheven heeft eerder deze week, denk ik, terecht opgemerkt dat als je de markt opgaat voor korte leningen, dat als wij corporaties worden veroordeeld tot het afsluiten van derivaten. Omdat corporaties die hebben langlopende risico's. Als je gewoon een 30-jarige lening opneemt, nou, dan is er niks aan de hand. Ga je in zo'n EMTN-programma, dan moet je eigenlijk wel ook derivaten afsluiten. Nou, ik heb die redenering gehoord, ik kan hem echt niet volgen. Want ook bij de standaard onderhandse lening, het papier wat we al hadden, daar zit dezelfde looptijden kwestie achter. Dat mag van 2, 3, 5 tot 50 jaar zijn. De voorwaarde van de achtervangers was rond een MTN-programma, dat één op één de voorwaarden zoals die verwoord zijn in de documentatie van onderhandse lening ook terug te vinden zijn in de documentatie van een EMTN-programma. Dus ik zie daar geen aanleiding voor om een redenering op te hangen dat een EMTN-programma de corporaties zou dwingen. Nee, daar begrijp ik helemaal niks van. Vanuit de redenering, ik ben bang dat ik het niet goed begrijp. Ik begrijp de redenering van de heer Geheven wel. Als je een langlopende lening aantrekt van BNG, hoef je niet zoveel meer in te dekken aan risico's. Op het moment dat je kort gaat financieren, bijvoorbeeld voor EMTN, dan moet je derivaten gaan afsluiten. Nou, niks moet. Ik bedoel, dat is altijd de vrije keus. Maar ik kan me niet voorstellen dat de verandering van documentatie, niks moet, wel om je renterisico in te dekken. Ja, maar met alle respect, een 30 jaar lange lening met een vast rentepercentage over die looptijd is ook een renterisico. Want als jij een lening afsluit voor 5% voor 30 jaar en 2 jaar later is de rente gezakt naar 4, dan betaal je dus 27 jaar lang 1% te veel. Ja, maar daar heb je investering op afgestemd. Ja, dus je moet afstemmen. Ja. Je moet dus een combinatie gaan zoeken tussen je financiering, je funding en je rentemanagement. En ik ga absoluut niet mee met een redenering dat een MTN-programma, wat misschien kortere looptijd, dat corporaties dwingt om derivaten af te sluiten. Dat kan je ook in je vervalkalender oplossen. Daar kan je ook forward startings voor doen. Dat zijn andere instrumenten om dat renterisico te managen dan dat je dan alleen maar via derivaten zou kunnen doen. Nou, dat geloof ik niet. Goed, ik ben bang dat uit deze discussie die nu niet beslechten. Maar nog even naar de afloop van het EMTN-programma, want dat is het uiteindelijk niet gelukt. Ja, wat vond u ervan dat de VNG hier voor ging liggen? Nou, ik vond het wel frustrerend dat de ene achtervanger, het Rijk, het een goed idee vond. En de VNG niet. Nou, dan krijg je een standstill, zou ik weer bijna zeggen. Met uiteindelijk de afloop dat ook Vrom zegt, nou, dan stoppen we er ook mee. Dus dat was nogal frustrerend. Er zat heel veel tijd en energie zat daarin. Positieve signalen gehad van de corporaties, positieve signalen uit de kapitaalmarkt. En dan is het niet gelukt. Dat was een harde, vond ik heel vervelend.
Uiteindelijk bleef bij de corporaties de wens bestaan om toch ander leningspapier, leningdocumentatie te krijgen. En heeft IJmeren het voortrekkersrol genomen, omdat de achtervangers gezegd hebben, wij zien niet die rol voor het WSW, die willen we niet hebben. Maar als een corporatie het doet, ja, dan vinden we dat goed. Dus toen zijn we met IJmeren in overleg gegaan. Laat IJmeren dan documentatie ontwikkelen om EMDN-programma te kunnen uitgeven. En wij hebben aan IJmeren gevraagd, maar doe het dan op een dusdanige manier dat het ook standaard wordt. En dat het dan toepasbaar is voor alle andere corporaties. Mm-hmm. Die documentatie is ook helemaal gereed gemaakt. Mijn raad van commissaris is ermee akkoord gegaan. En dat hebben we voorgelegd aan de achtervangers. Ambtelijk akkoord in het najaar van 2011. Prima, zo gaan we het doen. Er zijn ook contacten met de BNG geweest. Die hadden ook een eigen programma gemaakt. BNG Wonen, dat kwam allemaal bij elkaar. Maar toen hadden we een Vestia-crisis. En toen zei het ministerie van Financiën, laat me nog even wachten om te kijken hoe dat afloopt. Dus er is een derde poging geweest voor een MTM-programma. Dus veel pogingen, u had veel ambities. Het was eigenlijk een hele grote teleurstelling dat dit niet doorging. Als je er zoveel tijd en energie in hebt zitten, is het even slikken als dat niet doorgaat. En was die teleurstelling ook bij de Raad van Commissarissen? Zeker. In die mate? Zeker. Ja. Dat is toch iets wat we als WSW, wat ik al zei, vanaf 98 een aantal keren gedaan hebben. Dat is een lastige. Ja. En we waren dus ook wel weer blij dat de corporatie IJmeren dan bereid was om dat voortouw te gaan nemen. Ja. Helder, ik had nog een enkele vragen over de contacten van personen van het WSW met de financiële wereld. We hebben hier deze afgelopen week hier gehad, de heer De Geeve, De Vries en Rink. En zij hebben in een openbaar verhoor verklaard dat u met een helikoptervlucht met de Rabobank naar de Tour de France bent geweest. Nou, mag ik dat verhaal wat nuanceren? U kunt uw verhaal nu daarover vertellen, ja. Ik kreeg in juni 2011 een uitnodiging van de Rabobank om een dag naar de Tour de France te gaan. Ja, ik vond het een hele leuke uitnodiging, laat daar geen misverstand over zijn. Maar ik realiseerde me ook dat een evenement in het buitenland wat gevoelig ligt. Dus ik heb contact opgenomen met mijn raad van commissarissen. Dat is standaard als ik zo'n uitnodiging krijg. Nou, even overleggen, wat doe ik hiermee? Ik heb daar de meningen gehoord en gepeild. En ik heb toen zelf als bestuur het besluit genomen. Nou, gehoord hebben we mijn raad van commissarissen. Vind ik het gepast om op deze uitnodiging in te gaan? Op dat moment had ik geen flauw idee dat er überhaupt in een helikopter gezeten zou worden. Dus dat is niet mijn afweging geweest van hoi, 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 ik mag in een helikopter. Wel de afweging, fijn, ik mag naar de Tour de France. Vind ik leuk. Uitnodiging van de Rabobank, helemaal goed. Ik ben geloof ik 16 juli of 15 juli naar de Rabobank, vliegtuig gestapt, naar Zuid-Frankrijk gevlogen. Ontvangst in een hotel, diner. En met allerlei ex-wielrenners aan tafel weten, allerlei Tour de France, Tour de France, Tour de France. En de volgende dag hoorde ik aan het ontbijt het programma dat de finishplaats is Gap. Daar rijden we met een bus naartoe, vooruit aan het peloton, dus dan kan je daar de finish zien. En als die finish geweest is, moeten we als de sodomieten weer terug. Omdat het een finishplaats is in de bergen, heeft de Tour de France organisatie helikopters ter beschikking gesteld, zodat de gasten van de sponsors heel snel van finishplaats naar het vliegveld kunnen, want anders zou een autorit een uurtje of 3-4 duren. Nou, ik moet zeggen dat ik vond het heel prettig geregeld. Dus de helikoptervlucht is geweest van Gap naar het dichtstbijzijnde vliegveld en heeft denk ik 30 minuten geduurd. Dat was het. Dat was het. En als we het hebben over meer in het algemeen lunches, diners, tennistoernooien, Roland Garros, Wimbledon? Nee, Wimbledon. We hebben altijd geprobeerd om goed contact te houden met banken. Dus wij zijn regelmatig bij de BNG, Waterschapsbank, Rabo, ING, ABN contacten gehad. Soms met een lunch bijvoorbeeld op het hoofdkantoor in Amsterdam van de Deutsche Bank. Maar daartoe heeft het zich beperkt. En een enkele sportuitnodiging, ABN tennistoernooi bijvoorbeeld. Dat soort dingen moet u denken. Daarom was die Rabo uitnodigen, ook een beetje een uitzondering, waardoor ik dacht, ja, nou ga ik even naar mijn raad van commissaris, even de stemming peilen. En op basis van dat overleg heb ik gezegd, nou dan ga ik. Het is mijn beslissing geweest om te gaan. Hoe waren de interne egels bij het WSW over dit soort
uitnodigingen? Uiterst terughoudend, wees voorzichtig en wees transparant. Zorg dat het in de agenda gaat, weet dat iedereen het weet. En houd in de gaten dat het allemaal gepast is binnen de sector waarin we werken. Dus ook met creditcarduitgaven, alles transparant, alles melden. Ontvangsten van kerstattenties werden centraal ingezameld. Om te voorkomen dat iemand apart werd gefeteerd. Dat moest allemaal naar de centrale pot. Dus heel voorzichtig. Heel voorzichtig, zegt u. Dan gaan we geleidelijk aan naar uw vertrek. In 2011 constateerde het Waarborgfonds dat Vestia te veel faciliteringsvolume had gekregen en te veel leningen kon verstrekken voor de bijstandverplichtingen op derivaten. En naar aanleiding daarvan is een onderzoek geweest van is een opdracht gegeven voor onderzoek door de Raad van Commissarissen. En dat onderzoek is uitgevoerd door Ernst de Jong en dat bestaat uit twee onderzoeken. Bent u betrokken geweest bij die onderzoek van Ernst Jazeker. De Jong? Zo gauw de omvang van toch maar de genoemde ellende bij Vestia duidelijk werd en dat wij natuurlijk in het voortraject een hele belangrijke rol gespeeld hebben, heb ik als bestuurder opdracht gegeven aan Ernst en Jong om dit te onderzoeken naar een fact-finding kant. Dus daar was ik bij betrokken. Ik was zelf de opdrachtgever van Ernst en Jong. In een later stadium zei de Raad van Commissarissen tegen mij, ja, laten we even slim zijn. Als jij de opdrachtgever bent voor een rapport en jij legt dat op tafel, ja, dan is het niet uit te sluiten dat de Raad van Commissarissen als het ware een soort second opinion op dat. Dus heb je er bezwaar tegen dat wij de opdrachtgever worden van dat Ernst & Young? Nee, daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Dus doe dat vooral. En zijn de contacten als opdrachtgever ook naar de Raad van Commissarissen. De tweede aanleiding was verhalen over hoe het WSW zich in de kapitaalmarkt begaf. U vroeg daar net ook naar. En toen hebben we ook weer aan Ernst & Young gevraagd, maar toen direct in opdracht van de Raad van Commissarissen. Doe fact-finding en ga zoeken wat je kan vinden op dat gebied. Dus dat is het tweede rapport geweest. Ja. Is nou dat, kunnen we zeggen dat die rapporten van Ernst & Young in direct verband staan met het vertrek van de heer Rink uit de organisatie? Nee, dat mag u niet concluderen. De heer Rink is al 13 jaar bij het WSW. Een zeer loyale medewerker. U heeft gisteren gehoord welke functies hij allemaal bekleed heeft. We hebben door de komst van de tweede bestuurder, Brigitte van Hoesel, in augustus 2012 zijn we begonnen aan een herijking van onze strategie. Dat hebben we in een hoog tempo gedaan, waardoor er al zicht kwam op effecten voor de organisatie zelf. Bescheiden reorganisatie, met name op het gebied van de risk- en investorkant. En hebben we Martijn Rink moeten meedelen dat zijn functie kwam te vervallen. En dat we ook geen ruimte zagen voor een andere functie binnen het bedrijf. We kenden zijn ambitie om uiteindelijk ook bestuursverantwoordelijkheid te dragen. En gezegd, Martijn, dit lijkt me een mooi moment om die ambitie te gaan waarmaken. Ja. En die heeft gisteren kunnen horen dat hij inmiddels corporatiedirecteur is. Dat hebben we zeker kunnen horen. Maar mijn vraag is dan toch, we hebben een verslag van de notulen van de Raad van Commissarissen vergadering van 5 december 2012. En daarin, ik lees even een zin voor. De heer Van der Post antwoordde de conclusies, en dan gaat het over het rapport van Ernst & Young, mede hebben geleid tot het toekomstige vertrek van de heer Rink. Nou, dan vind ik dat een onzorgvuldige formulering van mezelf, want dat is niet de kant geweest. De conclusie van Ernst & Young 2 hebben Martijn ook meegedeeld, ook daar is verslag van. Dat daar zaken, wat ik net zei, hij is te ver gegaan in zijn contact in de zin van toestemming, beoordeling en goedkeuring van derivaten. Ik heb geen aanwijzing dat andere dingen speelden, dus het is geen reden geweest voor zijn vertrek. Als u mij dat nu zo voorleest, dan heb ik daar een verkeerde formulering gekozen. Is dan ook we kunnen nog een andere formulering, die is van mevrouw Van Hoesel richting de Raad van Commissarissen in maart vorig jaar. En daarin schrijft ze naar de Raad van Commissarissen, de kwestie van het ontslag van de heer Ink escaleert. Hoe moeten we dat dan plaatsen? Dat weet ik niet, want ik was toen niet aanwezig bij het WSW. Wegens privéredenen was ik met verlof. En dan over uw eigen vertrek, dat heeft ook niet te maken met de rapport van Ernst & Young?
Natuurlijk hebben we uitgebreid gesproken over de rapporten van Ernst & Young. Volgens goed gebruik werd ik jaarlijks beoordeeld door de Raad van Commissarissen. In het bijzondere geval van Vestia is ervoor gekozen om begin 2012 een beoordelingsgesprek te hebben zonder Vestia, want dat liep allemaal nog. Dus dat is een positieve beoordeling geweest. Natuurlijk waren er altijd aandachtspunten en verbeterpunten benoemd, maar daar zat geen pijn in, zou ik maar zeggen. Toen het rapport van Ernst & Young uitkwam en besproken is met de Raad van Commissarissen, heb ik een tweede ronde beoordelingsgesprek gehad. Ik denk dat dat half juli 2012 geweest is. Er werden kritische noten gekraakt, maar daar is geen conclusie getrokken in de Raad van Commissarissen dat dat aanleiding voor mijn vertrek zou moeten zijn. Dus ik ben ook gewoon in functie gebleven. Ja, we zien uit diezelfde verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen van 5 december 2012. Daar staat ook ingeschreven: er is geen verandering in de conclusie van de Raad dat zij niet voldoende geïnformeerd is geweest door het bestuur over het Vestia-dossier in de periode september-november 2012. Ja, dus dat als een Raad van Commissarissen dat uitspreekt, ja, dat wij zijn niet voldoende geïnformeerd over de gang van zaken, dan lees ik daar, ja, dat is ik dat, in dat te lezen zwaar, een reden voor. Ja, dat is een kritiekpunt naar mijn optreden toen. En ik heb tegen de Raad gezegd: vergis u niet in de ontzettende hectiek die wij in september 2011 over ons heen kregen. Ik heb toen telefonisch contact gehad met enkele commissarissen. Ik heb toen niet de volledige Raad kunnen spreken. Ik had toen ook niet volledig overzicht waar zou dit naartoe kunnen gaan. Dus ik heb daar in de Raad bedragen genoemd over 250 miljoen en 400 miljoen, dat dat de borging zou zijn. En uiteindelijk werd dat 1 miljard. Ja, dat is in de hectiek mij niet gelukt om op dat moment, en dat is geconstateerd door de Raad. Oké, dank u wel, voorzitter. Het woord is aan de heer Mulder. Ja, dank voorzitter. Meneer Van der Post, als we het geheel van de incidenten in de sector nou overzien, welke verantwoordelijkheid draagt het Waarborgfonds daar dan voor? Ik denk de principiële verantwoordelijkheid is het uitvoeren van waar je voor bent opgericht. Dus het verstrekken van borgstelling. Zorgen dat corporaties goedkoop en goed geld kunnen lenen. En houden de zaak zo goed in de gaten dat er geen aanstelling op die borgstelling komt. Het effect en de impact van die WSW-borging op de totaalportefeuille die geborgd wordt, wordt geschat op 800 miljoen euro rentevoordeel per jaar. Dus dat is de primaire verantwoordelijkheid van het WSW geweest. Om te zorgen dat die funding en die pricing, dat goed loopt. En u draagt geen verantwoordelijkheid, op wat voor manier dan ook, voor de incidenten in de sector? Nee, u stelt mij een ander debat, dus jij eerste verantwoordelijkheid. Dit is mijn eerste verantwoordelijkheid. Daar zit de primaire verantwoordelijkheid van het WSW. Om die invulling te kunnen geven en dat je niet wil dat je op je borg wordt aangesproken, ik heb dat ook eerder aangegeven, probeer de risico's bij de corporaties in kaart te brengen en die te beheersen. En daar zie je natuurlijk dat bij de meeste corporaties gaat het allemaal heel goed. Geen probleem. En er zijn incidenten geweest die, en dat is hier ook al een aantal keren op tafel gekomen, die herkenbaar, herleidbaar naar een aantal factoren zijn wat een incident maakt. Daar zit veel in van ambitieuze corporatiedirecteuren met ambitieuze plannen. En die heeft het WSW natuurlijk voor een deel gehonoreerd om die onder de borgstelling te doen. Maar er zijn ook veel ambitieuze plannen door het WSW afgekeurd. Er zijn ook veel plannen gezegd, ja, die borgen wij überhaupt niet. Een boot, een weg. Maar er zijn ook veel plannen langsgekomen waarvan we zeggen, ja, sorry, maar daar is het risico te groot voor. Die borgen we niet. Ik vind echt in die verantwoordelijkheid waar je zegt, ik vind het echt een verdienste van het WSW, ik heb daar geen ander woord voor, dat wij in 2007, 2008 die liquiditeitspositie van het WSW, van de corporaties geagendeerd hebben. Want anders zouden we nog veel te erg op vermogensbegrippen onze beslissingen definiëren. En ik denk dat een grote, in die verantwoordelijkheid, een grote toevoeging van het WSW is geweest. Dat we die liquiditeitsproblematiek en normering geagendeerd hebben en uitgevoerd hebben. En daarmee heb ik ook de indruk dat we voor een deel disciplinerend voor de corporatiesector. Naar 2% aflossingsficties, ICR, al dat soort terminologieën. Is nu gemeen goed geworden bij corporaties en tot 2007 hadden we dat nog niet op de agenda staan. Dus eigenlijk zegt u, die incidenten, ja, die vielen binnen de regels, kunnen niks aan doen. Maar eigenlijk hebben wij het goed gedaan,
Want we hebben zelfs incidenten voorkomen. We hebben een aantal, daar ben ik van overtuigd. Maar aan de andere kant hebben we niet kunnen voorkomen dat er toch incidenten plaatsvinden. Ja. Ik zeg niet dat we daar geen schuld aan hebben. Ik kan het niet kunnen voorkomen dat er toch incidenten plaatsvinden. En een aantal van die dossiers zijn vandaag, denk ik, uitgebreid aan de orde geweest. En u staat zich erop voor dat u het liquiditeitsrisico heeft geagendeerd. Ja. Gisteren zei de heer Rink dat dat juist te laat was gebeurd. Nou, hadden we dat eerder geïntroduceerd, dan hadden misschien een aantal incidenten eerder... Nou, WSG is daar toch wel weer misschien een voorbeeld van. Dat heeft ook te maken natuurlijk met het feit dat de corporaties zich anders gingen funden en gedragen. Dus wij zijn meegegaan met ontwikkeling bij corporaties, schaalvergroting, bedrijfsfinanciering, fusies die allemaal kwamen. Om dat onder een liquiditeitsbegrip en inzicht te krijgen. Dus je zegt het is de verdienst van het WSW dat het liquiditeitsrisico is geagendeerd. Gisteren hoorden wij, ja, wel veel te laat. Ja, maar we hebben de agenda gekozen zoals we gekozen hebben, dus daar kan ik niks aan veranderen. Dus dat is uw verdienste. Vindt u dat het financieringssysteem en de borgstelling door het waarborgfonds goed hebben gewerkt? Dat gaf ik net in het begin aan. Als je in staat bent om met een constructie collectief, dus bij zekerheid van de corporaties, ja, dan heeft dat goed gewerkt. Ja. Er is geen aanspreek op de borgstelling geweest en het bespaart 800 miljoen per jaar. Ja. En dat meet u eraan af dat er geen beroep is gedaan op de borgstelling? Onder andere, ja. En ook geen beroep te achterbaan. Ja. En is dat gek in de sector? We hebben op de eerste dag van onze verhoren gehoord dat het vermogen zo meer dan 100 miljard is. Ja, nou, voordat er dan een beroep wordt gedaan op de achtervang, ben je wel heel ver weg, hè? Dus is dat nou echt een verdienste? Of zijn corporaties uiteindelijk zo rijk dat de sector het zelf op kan vangen? De verdienste had ik over de verdiensten van het WSW om die liquiditeitskant te agenderen. En ik vind het goed dat het instituut Waarborgfonds, waarvoor het opgericht is, ook feitelijk gedaan heeft waarvoor het opgericht is. Ja. Namelijk funding, beschikbaarheid, prijs, zonder aanspraak op de borg. Dan zegt u het levert 800 miljoen op. Ja. We hadden aan het begin van deze middag had u een discussie voor met onze voorzitter over de prikkel die uitgaat van die borg. Namelijk dat banken weten dat een corporatie niet failliet kan gaan. U zei letterlijk, dat weet iedereen. Ja. Dan is de prikkel dat banken corporaties vol proppen met derivaten. We hebben ook deze week gehoord hoeveel honderden miljoenen dat heeft opgeleverd voor Londense banken die winst hebben gemaakt. Ja. Dus hoe staat dat in verhouding met de 800 miljoen die u noemt, nou, terwijl wat meer weg banken, is gegaan naar Londen? Ook de sectorbanken maken winst op hun handel voor die onderhandse leningen met de corporaties. Dus het enkele winstmotief, dat zie ik dan niet zo zitten. Er worden banken natuurlijk verdiend aan de transacties die ze met corporaties doen. Ja, verdiend zonder risico, want ze weten ja, maar dat ze is het geld stelsel, altijd terugkrijgen. En ik ben blij dat u agendeert dat u gaat kijken naar de werking van het stelsel. Dat stelsel is gebouwd naar aanleiding ook van de brutering. Daar zit een soort dubbelslag in. Corporaties kregen financiële zelfstandigheid, dus die moesten hun eigen broek gaan ophouden. En tegelijkertijd moest de overheid zich van overtuigen, want corporaties voeren tenslotte een publieke taak uit, dat die corporaties gefinancierd konden worden om die publieke taak uit te voeren. En dat ze ook continuïteit hebben. En als die continuïteit ontbreekt, dan is er een sanering. Ja, dat is een stelsel, en daar kunnen we lang en breed over praten, waarin een corporatie niet failliet gaat. Dat is het stelsel wat gebouwd is. En ik kan me heel goed voorstellen dat het voor u als commissie echt een punt is om over na te denken, wat zou dat voor de toekomst betekenen, om de exercitie te hebben van wat zou er nou gebeuren en hoe zou je het in kunnen richten als je toestaat dat een corporatie failliet gaat. Hoe zouden we het dan inrichten en tegelijkertijd proberen om die voorraad sociale huurwoningen veilig te stellen. Dat is voor u, als ik zo vrij mag zijn, een mogelijk agendapunt in uw conclusies. En als u zegt het heeft gewerkt, moeten we dan verklaren dat er toch 2 miljard is verdampt? Ja, maar opgelost en opgevangen door een systeem wat je gebouwd hebt. Het systeem heeft nooit gezegd, wij gaan 100% toezicht zodanig inrichten dat er geen incidenten kunnen zijn. Er is ingericht een toezicht achteraf. Zowel formeel bij het ministerie als formeel bij de financieel toezichthouder het Centraal Fonds. En als er problemen zijn, dan kunnen we dat of via de liquiditeitssteun van het WSW oplossen, of via de saneringssteun. En dat is het stelsel. Okay, dus het probleem is opgelost, maar er is wel 2 miljard verdampt. Ja, maar we hebben ook een vangnet gecreëerd en dat vangnet heeft het opgevangen.
Ik kan u vertellen, dat is een bizarre bijkomstigheid, zou ik zeggen. In het hoogtijdagen van de Vestia-crisis, toen dat echt overal bekend was, werd het WSW gebeld door opweer nieuw buitenlandse beleggers. Die zeiden van, dat systeem wat jullie gebouwd hebben, wat dit kan opvangen, daar zou ik wel meer van willen weten. Want het is toch wel een mooie uitvinding dat jullie dat in een soort publiek-private samenwerking met de overheid zo vormgegeven hebben en een triple-E-rating opgekregen. Mag ik daar wat meer van weten? Ja, gebeurt ook. Mm-hmm. Dus u zegt het is opgevangen. Ik zou zeggen er is 2 miljard verdampt, maar goed. Meneer Van der Posten, we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Wat onze commissie ziet in ons grote diepgravende onderzoek en het instituut, het sectorinstituut WSW, wat wij vaak tegenkomen, dan zien we toch nog een aantal dingen, namelijk dat het WSW heel erg lang Vestia in meer of mindere mate ter wille is geweest, ook al werd er heel lang geen informatie verstrekt. Wat we ook zien is dat het WSW op bepaalde manieren derivaten in de corporatiesector op weg heeft geholpen en heeft geënthousiasmeerd. Wat we ook zien is dat er lange tijd sprake was op bepaalde punten van onduidelijke communicatie over wat precies grenzen waren of regels waar men zich moest houden. Wat we ook zien is dat de toezichthouder CFV vaak geen of weinig informatie kreeg op verzoek bij het WSW. Wat we ook zien, dat is gewoon een feitelijke vaststelling, dat er borging is gegeven op liquiditeitstekorten bij derivaten. Als ik dit hele pakket samen hier optel, meneer Van der Post, kunt u zich voorstellen dat mensen toch echt wel vraagtekens zetten bij de jarenlange rol van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in de opbouw naar de incidenten in de sector? Ik denk dat het heel goed is dat er altijd kritische vragen worden gesteld. Ik maak toch even een opmerking. Het borgen van die tijdelijke liquiditeitstekorten zit in dit systeem en is een faciliteit die het WSW mag en kan geven. Dus dan vind ik het vervelend om daar als het ware op afgerekend te worden. Van, ja, je hebt dat gegeven. Ja, daar waren we ook voor. Op het opvangen van die liquiditeitstekorten. Punt van informatievoorziening Centraal Fonds WSW. Wij hebben een vertrouwelijke relatie met onze deelnemers en ik vergelijk dat wel eens met een bank. Tegelijkertijd weten we dat we in een toezichtsomgeving van het Centraal Fonds zitten. Dus we hebben dat directieoverleg met het Centraal Fonds. Nogmaals, wij delen daar geen directe bedrijfsgegevens mee, maar gaan wel zover van, zijn de zaken waar je je zorgen over maakt. Toen we met die derivatentool begonnen en ook het Centraal Fonds in 2011 tot dan denken van, goh, wij moeten ook maar eens wat met derivaten doen. Toen heb ik nog een overleg gehad met iemand van het ministerie, Victor Schaap, plaatsvervangend directeur daar. Die zei van, ja, hoe zit het nou precies met die informatieuitwisseling tussen Centraal Fonds en het WSW op het gebied van die derivaten? Toen zei ik, ja, ik kan niet zo die portefeuille en alle gegevens die we hebben zomaar naar het Centraal Fonds overhevelen. En toen hebben we gewoon een werkafspraak gemaakt, praktisch. Centraal Fonds die gaat opvragen, Centraal Fonds die gaat zijn conclusies trekken. En de minister, het ministerie zei ertoe, en dan kan het WSW daar nog eens een tweede blik over laten gaan. Van, zien jullie, of zien jullie nog andere dingen? Dus ik begrijp de kritiekpunten die er zijn, maar aan de andere kant denk ik, we hebben ook ons best gedaan om aan die kritiekpunten tegemoet te komen. Meneer Van der Post, dank u wel. Ik sluit deze vergadering. Okay.